geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg. Dames en heren op de publieke tribune en mensen die ons via de moderne media volgen. Van harte welkom op deze openbare raadsvergadering van dinsdag 12 december 2017. Ik open de vergadering met mededeling dat de heer Odink aanrijdend is. Mevrouw Baarslag verhinderd is en de anderen zijn inmiddels aanwezig. De heer Stelpstra. U wilt een mededeling doen? Ja, ik wou even namens de ChristenUnie een compliment geven aan onze medewerkers van de buitendienst. Dat de doorgegaande wegen zo snel weer bereikbaar zijn. Dus bij deze. Dank u wel, dat zullen we doorgeven. En dat klopt ook nog, want de heer Odink is er ook. Dus hij heeft het toch kunnen vinden. Dankzij de sneeuwschuivers. Wij sluiten ons daar graag bij aan, voorzitter. Vooral ook dat er ook op zondag gereden is. Ja, dat is heel goed. Voordat hier een interpellatiedebat ontstaat, hulde aan de medewerkers van de buitendienst, zullen we maar zeggen. De vergadering is geopend. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Wel, ja. Mevrouw Luiten. Voorzitter, dank u wel. Voor de gelegenheid, wij voegen ons als fractie af, omdat het onderwerp ons natuurlijk zo na aan het hart ligt. En we onlangs zo'n succesvolle avond in de Voorvechter hadden, met zoveel bezoekers en interessante sprekers. Dus wij waren eigenlijk heel benieuwd om van het college te horen hoe zij nu voor zich zien dat we daarmee verder gaan. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen van uw kant. Maar kijk even in de richting van het college, of daar in de actualiteit nu al iets over gezegd kan worden. Dan kijken we toch naar de verantwoordelijk wethouder voor die avond en voor dit thema. De heer De Vent. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dank voor uw komst ook met zoveel en op die mooie avond. Rondom het thema basisinkomen. Zojuist voordat ik hier naartoe kwam, ben ik bij het Vechtdal College geweest. Want er waren op die avond ook twee VWO-studenten die daar een afstudeeropdracht hebben voorgemaakt. En die hebben vanavond gepresenteerd aan ouders en belangstellenden docenten. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van hun epistel, hun verhaal over socialisme en liberalisme. En wat die ook met elkaar kunnen doen. En ze hebben ook gezamenlijk de verzorgingsstaat teweeg gebracht. Met ook alle gevolgen van dien, zullen we dat maar zeggen. Maar wel heel mooi te zien hoe jonge mensen zich met dit thema bezighouden. En ook zoiets hebben van, wij zijn wel nieuwsgierig naar het vervolg. En dat is niet alleen jongeren. Dat is ook, heb ik ook gemerkt vanuit de belangstelling vanuit de zaal zelf. Mensen die zich hebben gemeld, zelfs deelnemers die zich hebben gemeld. Mensen hebben gezegd, van, ik wil heel graag aan mij komen voor een basis komen, want ik zie dat perspectief in relatie met iets anders. En we hebben ook belangstelling van de Nationale Denktank gekregen uit Den Haag. En die hebben ook gezegd, we willen graag aansluiten bij een eventueel experiment. Deze week gaan wij intern kijken hoe we dat gaan opzetten, organiseren. Daar gaan we ook de externe omgeving vooral bij gebruiken. Want ik wil ook vooral onderwijs, overheid, ondernemers, inwoners, studenten, eigenlijk de samenleving breed daarin betrekken. Op weg naar een experiment toe. En ik weet dat het een weg is met veel hobbels. Omdat mijn collega, ik belde vanmiddag met de Universiteit van Groningen. De man die zegt van nou, ik wil graag met jullie erover in gesprek. Omdat we weten dat binnen de participatiewet er heel weinig ruimte wordt geboden voor experimenten. Maar goed, daar laten we ons niet door afleiden. Want ook de Universiteit van Groningen, de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Tilburg, die zijn eigenlijk ook al langere tijd met dit thema bezig. Nou, als we met elkaar nou eens de handen in één kunnen slaan, en kunnen zeggen, wij gaan hier voor een Hardenbergs experiment met een schaal die ertoe doet. Want dat is wel belangrijk, denk ik. Dan gaan we gewoon gezamenlijk naar Den Haag en dan vragen we gewoon de vrije ruimte. Dus vanaf deze week aan de slag ermee. En ik hoop heel snel dat we met informatie bij je terug kunnen komen. En als u zegt als raad, we hebben ook onze ideeën, input. U bent van harte welkom, u weet waar ik woon. Dank u wel. Akkoord, dank u wel voor de beantwoording. Na voldoende beantwoord lijkt mij, ja, akkoord. Anderen nog voor de actuele vragenronde? Niet het geval. Dan gaan wij over naar agendapunt 3. Vaststelling van deze agenda. Vraag u, kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? De heer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de auditerende ronde heeft mijn fractie aangegeven dat wij eerst punt 10
besluit tot onttrekking van de openbaarheid van een gedeelte van de nieuwe haven eerst wilde bespreken in de fractie. Nadat het memo van de wethouder Janssen naar ons is toegekomen, mag het wat ons betreft een hamerstuk worden. Behalve dat we tijdens de vaststelling even wel een moment hebben om daar even op in te gaan. Ja, stemverklaringen. Zeg maar. Yes. Dat is akkoord voor de anderen ook, dat was al aangegeven. Dan wordt agenda punt 10 een hamerstuk, maar dat gaan we even hernummeren. Belastingverordeningen 2018 wordt agenda punt 10. En dan beginnen wij met hamerstuk 11, de nieuwe haven. Akkoord. Dat is akkoord. Anderen nog over de agenda? Niet het geval. Agenda vastgesteld. Komen wij bij het spreekrecht voor de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld voor de inspreken bij de raadsvergadering. En dan gaan wij door naar agendapunt 5, de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 november 2017. Geen opmerkingen? Dat is niet het geval. Daarmee kunnen we de besluitenlijst definitief vaststellen. De bespreekstukken. Agendapunt 6, vaststelling, structuur, visie, herprogrammering, woningbouw, gemeente Hardenberg. Even het woord procedureel aan de heer Reiling. Ik wil de opmerking maken. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil mij straks graag aan de stemming onttrekken. Akkoord, dat betekent dat u gedurende dit agendapunt de zaal verlaat en niet deelneemt aan de beraadslaging en ook niet aan de stemming. Akkoord. Dan kom ik bij dan blijf ik bij agendapunt 6. Zonder de heer Reiling. En ik geef het stuk graag in bespreking. Ik kijk even rond wie wil daar wat over zeggen. ChristenUnie, CDA, GroenLinks en ook Koers.nu. In die volgorde begin ik bij de fractie van de ChristenUnie. Wie mag het woord geven? Mevrouw Hof. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de ChristenUnie is blij met de duidelijke structuurvisie herprogrammering woningbouw die nu voor ligt. Om maar één punt uit te lichten, het doet ons deugd dat er voor de plaatselijke belangen een actieve samenwerkingsrol met de gemeente is weggelegd, waar het gaat om de invulling van de woningbouwbehoeften in hun eigen kernen. Een aantal plaatselijke belangen heeft per brief of ook bij inspraak duidelijk van zich laten horen in het kader van deze structuurvisie. De ChristenUnie heeft in de oriënterende ronde van 21 november onder andere gevraagd naar de mogelijkheid een 9e criterium langetermijndoelen woningbouw in de visie op te nemen. En dat betrof verduurzaming. De portefeuillehouder zegde de raad daarop toe terug te komen. Het feit dat de structuurvisie vanavond een bespreekstuk is, betekent dat dit 9e criterium niet in die visie is opgenomen. In het memo van 29 november dat aan de raad is verstuurd, wordt uitgelegd waarom dat zo is. En wij begrijpen dat ook. Maar we vinden het toch belangrijk dat duurzaamheid duidelijk wordt vastgelegd in onze, als extra toetsingscriterium voor woningbouw in onze gemeente. De ChristenUnie dient daarom een amendement op dit raadsvoorstel in. En dat wordt mede ondertekend door alle fracties. En het dictum luidt om aan het dictum het volgende als punt 4 toe te voegen. 4 in aanvulling op de 8 criteria langetermijndoelen, zoals die zijn vastgelegd in paragraaf 3.2.1 van de structuurvisie herprogrammering woningbouw, past de gemeente Hardenberg voor woningbouw een 9e toetsingscriterium toe, namelijk het plan levert een bijdrage aan de verduurzaming van het woningaanbod. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord, amendement nummer 1 maakt deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, wij vragen het college dus niet om dit 9e criterium alsnog aan de structuurvisie toe te voegen of achteraf aan het onderzoek van adviesbureau Companen, maar om het onder punt 4 in het raadsvoorstel vast te leggen als extra toetsingscriterium, aanvullend op wat er in de structuurvisie over deze criteria al is opgenomen. In de oriënterende ronde hebben wij goed begrepen dat ook de portefeuillehouder verduurzaming van het woningaanbod hoog op de lijst heeft staan en dat hij dat als criterium best zou willen hanteren. Dat gecombineerd met de duurzaamheidsambities van de gemeente Hardenberg en de milieudoelstellingen waar wij ons aan hebben verbonden, maakt het zinvol om dit nu in samenhang met de structuurvisie herprogrammering woningbouw als extra criterium vast te leggen en daarmee niet te wachten totdat de nieuwe woonvisie wordt vastgesteld. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van, zijn geen vragen, nee, de fractie van het CDA, de heer Breukelman.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in een eerder stadium reeds aangegeven dat wij content zijn met het stuk dat voor ligt. En waarin keuzes en criteria helder zijn verwoord. Er is op de juiste wijze uiting gegeven aan de motie van 4 april 2017 door duidelijke afspraken te maken met de plaatselijke belangen. En op deze wijze blijven er, ondanks, zou ik haar zeggen, de ladder voor de duurzame verstedelijking, mogelijkheden voor alle kernen om te bouwen en te wonen naar behoefte. We hopen op constructieve gesprekken tussen de plaatselijke belangen en de gemeente en gaan ervan uit dat het college ook met de initiatiefnemer van de Moeshoek in Slagharen in gesprek wil blijven. Daarbij vernemen wij nog wel graag een reactie van het college op de brief die ons gisteren heeft bereikt. En voor wat betreft het amendement van de ChristenUnie zullen wij deze steunen als positief signaal als het gaat om het verduurzamen van onze woningaanbod. Dank u wel. Dank voor de bijdrage. De fractie van Op Koers punt nu. Mevrouw Keel. Dank u wel, voorzitter. Vaststelling, structuurvisie, herprogrammering, woningbouw, gemeente Hardenberg. In de oriënterende ronde hebben we het over de herprogrammering besproken. De plaatselijke belangen van alle kernen worden bij deze herprogrammering actief betrokken. Wij, Op Koers punt nu, gaan er dan ook van uit dat deze visie flexibel is, zodat maatwerk kan worden gevolgd en elk gebied daar voldoende aandacht en tijd voor krijgt. De vraag van de ChristenUnie om meer aandacht voor duurzaamheid te bevorderen, dit dan ook als extra toetsingcriterium toe te voegen, is door de wethouder onderzocht. En het resultaat is dat wij ook het amendement van dit toetsingskader kunnen toevoegen. En Op Koerspunt nu is een voorstander van dit idee van verduurzaming en kunnen en zullen dit amendement dan ook ondersteunen. Verder kunnen wij als Op Koerspunt nu akkoord gaan met deze vaststelling. Dank. Tot slot volgens mij nog de fractie van GroenLinks. Mevrouw Van Oom. Dank u wel, voorzitter. Ik was vorige keer niet aanwezig bij de oriënterende ronde, maar heb met grote belangstelling de vergadering op afstand gevolgd. En met name als het ging over hoe onze portefeuillehouder antwoord gaf over welke ruimte we wel en niet hebben en daarmee de onrust van de inwoners wat tot rust is gebracht, dat deed ons deugd. En wij zijn zeer groot voorstander van het amendement van de ChristenUnie, omdat verduurzaming in dit aanbod heel erg belangrijk is en hopen dat dat ook straks meegenomen wordt in de omgevingsvisie. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage van GroenLinks. Ik ga richting de wethoudercollege, de heer Prinsen, voor een reactie. Een enkele vraag die nog is gesteld en verzoek om ook in te gaan op het ingediende amendement. Voorzitter, dank u wel. Volgens mij liggen er niet zoveel vragen. Er is een opmerking gemaakt door de fractie van het CDA over de Moeshoek in Slagharen, naar aanleiding van de brief van de eigenaar van de gronden. Tuurlijk willen wij met deze persoon in gesprek. En ik wil toch even iets rechtzetten, en daar ben ik vanmiddag achter gekomen. Hij maakt melding van een brief die er in 2016 verstuurd zou zijn, waar geen reactie op is gekomen. En vanmiddag zijn wat medewerkers van mij, zijn, ja, zoals dat dan heet bij ons, in Version ingedoken. En bleek dat deze brief per ongeluk bij een brief van het maatschappelijk domein terecht is gekomen. Daar is hij achter blijven hangen en vandaar dat hij niet beantwoord is. En ik heb mijn medewerkers vanmiddag gevraagd om meteen contact op te nemen met de ondernemer in kwestie. Om in ieder geval daarvoor excuses aan te bieden. Op zich staat er niet zoveel in die brief, maar het is wel slordig als je een brief stuurt en je krijgt geen ontvangstbevestiging en ook later geen antwoord. Dat wil ik proberen even recht te zetten in die zin. Maar we willen zeker het gesprek gaan met de ondernemer die over die gronden beschikt. Maar zoals ook vorige keer gezegd, het verzoek wat hij doet voor 20 of meer woningen in dat gebied, daar zijn wij het op dit moment niet mee eens. Maar goed, dat heb ik de vorige keer ook al aangegeven. Dan het amendement. Laat ik zeggen dat ik met het dictum in brede zin het gewoon helemaal eens ben. Zo werken we op dit moment al.
De omgevingsvisie, daar moet het zijn plek in krijgen. Daar wordt de voorbereiding voor getroffen. In de woonvisie, in de prestatieafspraken die we hebben met de corporatie, zijn we er volop mee bezig. In aanbestedingen die we doen. Ja, het zou best eens zo kunnen zijn dat Marsland op tweede, eerste fase, dat daar het nog het minst expliciet in staat van alle plannen die daarna komen, omdat daar al afspraken lagen met een ontwikkelaar. Maar ik mag zelf in een groep bij de provincie zitten, rondom zeg maar gasloos bouwen. En daar hebben wij gezegd, je zou vanaf morgen, zou in elke gemeente, zou het decreet moeten zijn, vanaf nu worden gasloos gebouwd met nog overgangstermijnen van lopende projecten voor een jaar of 5 tot 2023. En wij willen eigenlijk de ambitie wel met z'n allen proberen uit te spreken en om eraan te voldoen dat vanaf 2040 er in Overijssel geen woning meer aan het aardgasnet zit. En gasloos moet je beschouwen als aardgasloos. Ja, dus die ambities, daar draaien wij ook als gemeente volop in mee. Als ik even kijk naar de tekst zoals die er ligt, met name bij de overwegingen, daar zitten wel een paar onvolkomenheden in. En ik kan nou even proberen een soort schoolmeester uit te gaan hangen en te zeggen van nou, het staat niet in de structuurvisie, het heeft met het onderzoek te maken. Nou, ik geloof dat wel. Als u accepteert dat wij de overweging even met een korrel zout kunnen nemen in die zin dat het niet helemaal klopt, maar dat we wel het dictum, zoals u dat heeft aangegeven, dat wij bij het besluit eigenlijk de opdracht tot ons nemen dat bij alle bouwplannen die we hebben, of het nou eigen bouwplannen zijn of aanbesteding, dat duurzaamheid daar gewoon met stip op 1, 2 of 3 moet staan, zeg ik maar even. Als dat de strekking is, dan wil het college dit graag omarmen. Akkoord, voorzitter, dank u wel. Mag ik een vraag stellen? Ja, dat uit. Betekent dit mooie compromis van u dat het bij deze het president geschapen is dat wij voortaan het dictum van dit soort overwegingen van moties en amendementen met een korrel zout kunnen nemen? U hoeft ze niet met een korrel zout te nemen, maar ik moet hem wel met een korrel zout nemen. Maar als ik dat niet doe, dan loop ik bij de eerste regel loop ik al vast. Ja, want de criteria die hier benoemd zijn, dat waren criteria in het onderzoek. En langs die ladder van die criteria werd gekeken, is dit plan, is dat een goed plan? Is dat een minder goed plan, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, of is misschien wel een slecht plan? En duurzaamheid is daar niet als criterium meegenomen. Niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat het niet voldoende onderscheidend was. Ja, in die ruimtelijke plannen. Dat heeft met name met de ruimtelijke aspecten te maken. Als je nu zegt van dat in de structuurvisie kan er ook niet terug, heb ik ook in de brief proberen uit te leggen, want dat is gebaseerd op basis van het onderzoek. Ja? En dan lijkt het net, als je hem zo leest, lijkt het net alsof duurzaamheid niet belangrijk genoeg is. En duurzaamheid is hartstikke belangrijk. Alleen in dat onderzoek was je niet onderscheidend genoeg. En als ik door die overwegingen heen lees, nou ja, laat ik dan in mijn eigen woorden zeggen, dan rammelt het een klein beetje. Maar als jullie dat niet stoort, mij stoort het niet, als het dictum maar uitgevoerd wordt, hè, zoals jullie dat van ons vragen. Mag ik als ik zal de indiener verder inhoudelijk hierop laten reageren, maar u begint net met, of u dat doet, moet u zelf weten, maar dan doe ik dat voortaan. En ik dacht nou juist dat de verhoudingen hier zo waren, dat als wij dat doen, moeten we dat zelf weten. Maar als u dat doet, wordt het toch een beetje Maar verhouding, ik bedoel, ik vind dat CDA ooit een programma heeft gehad, schuivende panelen. Dus misschien is dat zo af en toe ook wel handig dat de panelen een beetje schuiven. Zonnepanelen, ja. Volgens mij even naar de indiener van het amendement, zeg maar, mevrouw Hof. Laat ik beginnen met te zeggen dat in mijn beleving het dictum van het amendement vooral het belangrijkste is. Nou, dat staat volgens mij gewoon. Ja. Wij hebben het zeker niet opgevat, en dat heb ik in mijn bijdrage zojuist ook geprobeerd duidelijk te maken, dat duurzaamheid voor u niet belangrijk zou zijn. Sterker nog, wij hebben dat in de oriënterende ronde goed begrepen dat u het wel belangrijk vindt. Prima als dat zo kan. Akkoord. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan dank ik de wethouder voor de beantwoording en kan het amendement onderschrijven. En volgens mij kunnen we dan overgaan naar de stemming van dit voorstel. Dan beginnen we bij het amendement. En vraag ik u, kunt u instemmen met de aanneming van dit amendement met het bijgevoegde dictum? En ik constateer, dat mag ik dat zo stellen, dat ingediend door de ChristenUnie, CDA, PvdA, VVD, op Koers.nu, D66 en GroenLinks, alle partijen hier aanwezig dit amendement steunen. Daarmee is het amendement raadsbreed aangenomen. Aldus besloten.
het voorstel zelf, vaststelling van de structuurvisie, herprogrammering, woningbouw, gemeente Hardenberg, hoeft aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt dit voorstel steunen. Akkoord. De raad spreekt ook steun voor dit voorstel. Daarmee is dit voorstel definitief aangenomen. Gaan wij naar agendapunt 7. Vaststelling van de nieuwe algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Hardenberg. Daarvoor geef ik het voorzitterschap over aan de heer Breukelman. Akkoord. Zoals gezegd gaan we verder met punt 7. Het vaststellen van de nieuwe algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Hardenberg. Wie mag daarvoor het woord geven? Partij van de Arbeid. Op koers ook. D66. Actie van de VVD niet. GroenLinks niet. ChristenUnie en CDA. Ik stel voor dat we beginnen bij de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nu het dictum tegenwoordig belangrijk is, heb ik ook mijn iPad bij me. Dat doe ik normaal niet. Maar ik ga hem nu helemaal letterlijk voorlezen, dat begrijpt u zeker wel. De PvdA heeft een aantal vragen gesteld over deze APV. Die zijn wat ons betreft in de oriënterende ronde voor het grootste deel ook naar onze tevredenheid beantwoord. Er is één puntje blijven hangen. En dat heeft te maken met de bevoegdheden van politiefunctionarissen. In deze APV wordt voorgesteld dat de toezichthouders op deze APV ook politiefunctionarissen kunnen zijn. Ik las er eerst overheen, ik ben geen jurist, maar toen ik iets verderop las dat betekent dat politieagenten niet meer op zijn minst de verdenking hoeven te hebben van een strafbaar feit voordat ze in uw rugzak kijken, uw kofferbakken open doen of uw terrein betreden, toen werd het mij toch een beetje benauwd. Ik heb dat laten checken. Ik ben zelf opgevoed met het idee dat we in Nederland de politie zo goed hebben georganiseerd, dat we heel goed hebben nagedacht over wat een politieagent in Nederland wel of niet mag. Gelukkig maar, want we hebben het hier natuurlijk wel over de mensen die het monopolie hebben op geweld, die u kunnen arresteren, die u in de cel kunnen zetten en die nog een aantal dingen doen waarvan wij op zich natuurlijk ontzettend blij zijn dat er een macht is in Nederland die dat mag doen. Om de rotshakken onder ons achter de tralies te krijgen. Maar het is dan natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat daar toezicht op is. En juist het gegeven dat zij alleen iets mogen doen op het moment dat er sprake is van op zijn minst de verdenking van een strafbaar feit, is daarin natuurlijk cruciaal. Als er geen verdenking hoeft te zijn, dan betekent het dat ze volledig willekeurig iedereen op straat kunnen aanhouden. En dat zien we in sommige landen nog wel eens fout gaan. Natuurlijk zal, ik denk, 99% van de politieagenten in Nederland dat niet misbruiken. Maar het zal maar eens een keer per ongeluk gebeuren. Of er zal maar eens een rotte appel tussen zitten. Dat gebeurt ook nog wel eens. Kortom, die bevoegdheden, daar zijn we in Nederland ontzettend zorgvuldig mee geweest. En om dat nu in een APV maar eventjes opzij te gooien en te zeggen, ach, weet je wat, ze mogen het vanaf nu ook als er geen verdenking is van een strafbaar feit. Je zal maar net op de verkeerde kant van de, of de agent zal maar net met de verkeerde been uit bed gestapt zijn. Bovendien, er is ook eigenlijk onvoldoende toezicht op. Ik heb daar bij de oriënterende ronde naar gevraagd. Ik maak mijn zin even af, meneer Stelstra, als u dat goed vindt. En ik heb daar antwoorden op gekregen in de zin van. Dat is een automatisme, zo realiseer ik mij nu. Voorzitter, wilde u daar ook nog iets over? Ik heb daarnaar gevraagd en ik heb eigenlijk vooral de antwoorden gekregen van, goh, we deden dat eigenlijk al. En dat vind ik niet voldoende antwoord om zo'n bevoegdheid, om daar maar even iets over te zeggen. We hebben het ook over een modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die nemen we voor een heel groot deel over. Dit staat ook niet in de modelverordening. En de VNG geeft zelf ook de reden waarom niet. Omdat er namelijk nogal verwarring kan ontstaan op het moment dat je als toezichthouder iemand staande houdt en in die rugzak kijkt en vervolgens je pet moet wisselen en iemand zegt, ik ga u toch arresteren, want er zit toevallig een aantal pretmiddelen in die rugzak die toch niet helemaal de bedoeling waren. Akkoord, dat was er meer dan een handvol zin. Ik stel voor dat we naar de vraag gaan. Ik was even benieuwd wanneer de punt kwam, maar hij is er. Nou, fijn. Ik was even benieuwd, want u geeft aan van dat is een bevoegdheid die u liever niet bij de politie ziet. Maar daarmee geeft u aan, een toezichthouder, daar heeft u meer vertrouwen in dat hij de bevoegdheid wel heeft.
Ik zit even naar dat verschil te zoeken. En het andere punt, en daar reageer ik eigenlijk op. Ik heb niet in de ABV zien staan van, ach, wij regelen dit nu maar eventjes zo. Maar goed, wellicht lees ik daaroverheen. Het grote verschil, om met uw eerste punt te beginnen, tussen een toezichthouder die u aanhoudt zonder verdenking van een strafbaar feit om in de kofferbak te kijken, is dat die toezichthouder niet ook al die andere bevoegdheden heeft. Dus die draagt geen wapen, die kan u niet arresteren, die heeft niet het monopolie op geweld. En het gaat nou juist om de stapeling van al die bevoegdheden die het toch een beetje eng maakt, laat ik het zo maar zeggen. Dat is eigenlijk voor ons het allerbelangrijkste, dat is het principieel punt. Dank u wel. Jan van Ruijten, u vindt het wat eng, hè? Dat toezichthouders mogelijkheden verkrijgen om in te grijpen als ze daartoe zelf enige aanleiding zien. En de definitie van een verdenking tot enig strafbaar feit is natuurlijk wat ingewikkeld. Bovendien zegt u zelf, we delen het al, dus het is niet meer dan het formaliseren ervan. Mijn vraag is één, heeft u enig idee hoe vaak dat al gebeurde? En zijn er gevallen bij u bekend dat daar misbruik is gemaakt? Want naar mijn fractie, haar oordeel, is het toch zo dat een agent niet geacht wordt de hele dag met het verkeerde been naar bed te stappen, maar wel om scherp toezicht te houden op orde en veiligheid in onze gemeente. En hoe vindt u daar de balans in als u zo dit voorstel ziet? Voorzitter, ik wil meneer Gellingen graag corrigeren. Wij zijn niet degene die zeiden, we doen het al, dus laten we het maar doen. Dat was het antwoord wat ik van het college kreeg. En ik vind voor zo'n principieel punt kan dat nooit de argumentatie zijn. Nee, dat begrijp ik. Dat is nogal eenvoudig. Ik dacht dat ook te zeggen, maar mijn vraag betrof eigenlijk meer hoe vaak, of u inzichtelijk heeft, hoe vaak dat dan, en als er gezegd wordt, we deden het al, hoe vaak het gebeurd is. Nee, want dat wordt ook helemaal verder niet, voor zover ik weet, bijgehouden. Als u zegt, ik begrijp dat u belang hecht aan orde en veiligheid, dat doen wij natuurlijk ook. Maar mag ik u even... We wachten even het antwoord van mevrouw Luiter af, want anders mag u in de volg gaan komen. Ik verwijs u even naar, ik geloof gisteren of eergisteren, het onderzoek, maar ook de aanpak die nationaal bij de politie is ingevoerd, omdat bleek dat er veel vaker dan de bedoeling was, en ook vaak onbewust, sprake was van etnische profilering bij het aanhouden van mensen. Om maar eens wat te noemen, en dat was waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar juist voor dat soort zaken moet je dus heel erg oppassen dat je niet nog veel meer bevoegdheden bovenop elkaar stapelt. Maar voor ze toch even naar terug, hè? Want ik begrijp, het wordt duidelijker waar u naartoe wilt, op zich helder, maar we leven in een rechtsstaat, dus iedereen die ten onrechte vindt dat daar rechtsmaatregelen tegen hem of haar gebruikt worden, kan daar rechtsmiddelen tegen instellen. Nou, toch nog even te vragen, want alles kan, maar het is wel prettig dat er mogelijkheden zijn om op basis van wellicht intuïtie, onderbuikgevoel van een agent ook op te treden. Toch nog even te vragen, hoe vaak gaat het dan fout? Hè? Dus wat is de balans tussen het recht wat u wilt behouden en de maatregelen die genomen zijn? Voorzitter, ik kan meneer Gelling daar simpelweg geen getal voor noemen. Ik zou het namelijk niet weten. Ik weet niet of het is bijgehouden. Ter illustratie, wat breder. Ik heb deze kwestie voorgelegd aan een rechter, informeel weliswaar. En die zei, ik zou heel erg uitkijken met het uitbreiden van de politie, van de bevoegdheden van de politie. En dat is iemand die dat voorzit. Het argument van de VNG om dit ook niet in de modelverordening op te nemen, is dus omdat op het moment dat bij een aanhouding, en u zegt net letterlijk, als die agent een aanleiding ziet om u aan te houden, dit punt is nou juist dat hij daar niet eens een aanleiding voor hoeft te zien. Maar goed, hij doet dat dan als toezichthouder, want er is geen aanleiding. Vervolgens, zoals ik al zei, doet hij de kofferbak open en blijken daar allerlei tikkende of allerlei ongerieven in te zitten. En op dat moment wil hij u meenemen. Als hij op dat moment niet helder communiceert naar u, als dan opeens verdachte van een mogelijk strafbaar feit, dat hij zijn toezichthouderspet afzet en dat in de rol van de politie doet, dan wordt een eventuele rechtszaak die daarop volgt nietig verklaard. Dus dat druist dan zelfs in, volgens de VNG zelf, tegen de effectiviteit van het feit dat hij u meeneemt. Dus dat is ook niet zo goed voor de orde en veiligheid. Akkoord, voldoende voor dit punt lijkt me. Andere vragen nog? Niet bij de VVD. Voorzitter, mag ik een... Heer Van der Wel. Nou, ik heb meer een opmerking eigenlijk. Ik heb wat moeite met de woorden die mevrouw Luiten bezigt over de politie heeft een monopolie op geweld. De politie gebruikt alleen geweld op het moment dat er geweld voorkomen moet worden of dat dat echt nodig is. En nu is het net alsof de politie neer wordt gezet als geweldsveroorzaker. En daar heb ik moeite mee.
Voorzitter, ik wil heel erg benadrukken dat dat de gangbare juridische term is. Zoals dat is vastgelegd. Ik heb daar helemaal geen oordeel over. Sterker nog, zoals ik al zei, gelukkig dat de politie er is en dat ook mag. Maar dat is wat we in deze samenleving met elkaar hebben afgesproken als terminologie. Dat u niet zomaar mensen op die manier of wapens zichtbaar op straat mag dragen, om er eens wat te noemen, en de politie wel. Dat is geen oordeel. Dat is een juridische term. Dus, kijk even naar de voorzitter. U gaat nog met iets komen, denk ik. Ik ben mij natuurlijk altijd zeer gehoorzaam aan de voorzitter, dat begrijpt u. Het zal u na deze introductie niet verbazen dat wij een amendement overwegen wat ertoe strekt om dit weer te corrigeren in de concept APV. En het dictum daarvan luidt om in artikel 6.2 lid 1 de woorden als mede de functionarissen van de politieeenheid Oost-Nederland en de bijbehorende toelichting te schrappen. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Dat noemen we dan amendement 1 op dit agendapunt. We hebben de amendementen denk ik het liefst zo vroeg mogelijk in de vergadering. En daarom kom ik dan geheel willekeurig bij de fractie van de ChristenUnie uit. Dank u wel, voorzitter. De nieuwe APV is deels een technische verbetering naar het model van de VNG. Een afstemming met de omliggende gemeente en de politieregio. En op een aantal punten toch wel een aantal veranderingen ten opzichte van de vorige APV. En de fractie van de ChristenUnie ziet hierin een aantal aandachtspunten. Als eerste de sluitingstijden. Die worden verruimd tot 4 uur. En men kan tot 4 uur 's nachts ook nog een snelle hap nemen voordat men huiswaarts vertrekt. Graag zouden wij over een jaar geïnformeerd worden over de effecten van dit beleid in de hele gemeente. Tevens zijn wij content met de toezegging van de burgemeester dat hij met de horeca in gesprek gaat over het afvaloverlast, met name in Delemsvaart. Dan het kabitschieten. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. En dat zal in de nieuwe APV teruggebracht worden na 1 dag. Waarbij de burgemeester heeft aangegeven dat indien oudjaarsdag valt op een zondag, hij wil gaan kijken naar een eventuele verruiming naar de dag ervoor. Voor dit jaar treedt de APV gelukkig in werking op 1 januari. Zodat de mensen die de zondagsrust willen respecteren op zaterdag kunnen kabitschieten. Dan een ander punt is de bevoegdheden van de burgemeester. Die worden verruimd. Te weten bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht, gebiedsontzegging en woonoverlast. Wij verwachten van onze burgemeester dat we proactief geïnformeerd worden indien hij deze bevoegdheden gaat toepassen. En dan tenslotte de regulering van de prostitutie. Hiervoor is een nieuw handhavingsarrangement opgesteld, wat wij een goede ontwikkeling vinden. Verborgen prostitutie en mensenhandel vinden wij een ernstig misdrijf en hierover hebben we samen met de VVD een aantal schriftelijke vragen ingediend. Kijkend naar het nieuwe handhavingsarrangement zitten daar een aantal goede zaken in. Een leeftijdsgrens, een bedrijfsplan en een verbod op raamprostitutie. Kijken we naar het mogelijke aantal vergunningen, dan vinden wij die te ruim. Sinds de eerste APV van de fusiegemeente Hardenberg waren er 2 inrichtingen en 2 escortbedrijven. Momenteel is er sinds enkele jaren slechts 1 aanwezig in onze gemeente. En wij achten dat voldoende. Hiervoor dienen wij een amendement in om dit te maximaliseren tot 1 voor beide met als dictum. In de nieuwe APV voor de gemeente Hardenberg, artikel 3, dubbele punt 5 lid 2, als volgt te wijzigen. Vergunningen kan verleend worden voor maximaal 1 seksinrichting en maximaal 1 escortbedrijf. Voor het overige kunnen wij instemmen met de APV. Dank u wel. Dat amendement zullen we dan de amendement 2 noemen. Geen vragen, dan geef ik het woord aan de fractie van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat het CDA betreft kunnen we instemmen met deze nieuwe algemene plaatselijke verordening. In de oriënterende ronde had onze fractie wat vragen en portefeuillehouder Snijders heeft deze vragen naar tevredenheid beantwoord.
We zijn ook blij met zijn toezeggingen om de afspraken over het opruimen van afval uit het convenaat met de horeca onder de loep te nemen en indien nodig opnieuw met de horecaondernemers en de afdeling openbaar gebied om tafel te gaan. Dan het amendement zojuist genoemd door de heer Stelstra. We hebben in onze gemeente nu 1 seksinrichting en 1 escortbedrijf. De APV biedt ruimte voor ieder 2 van dat soort bedrijven. Omdat we willen voorkomen dat er, als er meer van dit soort bedrijven zouden komen, en daar allerlei illegale activiteiten plaats zouden vinden, lijkt het ons goed om wat meer sturing te hebben. We ondersteunen daarom het amendement van de ChristenUnie om de APV op dat punt te wijzigen en dus ruimte te bieden voor 1 escortbedrijf en 1 seksinrichting. Mocht er op een gegeven moment toch een ondernemer zijn die graag een dergelijk bedrijf zou willen beginnen, dan kan hij of zij daar altijd een aanvraag voor doen bij het college, waarna wij als raad die plannen ook positief kritisch kunnen toetsen. Want hoewel we als CDA principieel niet staan te juichen als er in onze gemeente dergelijke bedrijven ontstaan, moeten we natuurlijk ook niet naïef zijn. Via het internet gebeurt er veel wat we niet zien. En juist dat illegale circuit houden wij het liefst zo klein mogelijk. Liever een ondernemer met een goed menselijk businessplan rondom deze werkzaamheden dan mensen die in het illegale circuit belanden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er in de toekomst toch meer dan 1 seksinrichting en 1 escortbedrijf in onze gemeente zal zijn, juist om dat illegale te voorkomen. Maar dan wel pas nadat ook onze gemeenteraad deze plannen positief heeft beoordeeld. Voor de rest dus akkoord met het voorstel voor wat betreft mevrouw Luiten en haar amendement. We wachten nog even de reactie van het college af. Dank u wel. Dank voor de bijdrage van het CDA. Ik geef het woord aan op koers.nu. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Vaststellen nieuwe algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Hardenberg. De aangepaste verordeningen, de onderdelen die in de oriënterende ronde besproken zijn, is volgens op koers.nu hoeft deze dan niet verder aangepast worden. De ChristenUnie heeft een amendement voor het maximaliseren aantal seksbedrijven. Volgens ons idee hoeft dit in feite niet anders te worden. Er kan alleen door bestemmingsplanwijziging verandering in het aantal komen. Door de Partij van de Arbeid is een amendement ingediend over de bevoegdheden van de politiefunctionarissen. Op koers.nu kunnen we en willen we dit amendement ondersteunen. Ook wij vinden dat hier geen onduidelijkheid over moet ontstaan tussen de rol van de politie en de toezichthouder. Dank u wel. Ik geef het woord aan D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Omdat er al heel veel is gezegd, kan ik het gelukkig ook kort houden. De APV is wat ons betreft een zinvolle wijziging ten aanzien van de vorige. Zeker als het gaat over de aandacht voor schone en veilige leefomgeving. Wij ondersteunen dan ook van harte het amendement van de ChristenUnie, waar het gaat over het aantal seksbedrijven. Het is natuurlijk een bevestiging van de werkelijke situatie. Het gaat ook zeker richting de wenselijke situatie. CDA refereerde er ook al aan. We hebben liever zo min mogelijk van dit soort bedrijven, maar laten we onze ogen niet sluiten voor die werkelijkheid. Dat onderstreep ik dus ook. Wat betreft schoon en veilig is er al aandacht geweest ook voor het onderwerp vuurwerk opruimen. Dat was de vorige keer bij de oriënterende ronde nadrukkelijk aan de orde geweest, mede dankzij een inspreker. Wij hebben hier vragen over gesteld, schriftelijke vragen, antwoord wachten wij graag af. In ieder geval is de strekking dat wij bepleiten dat er een situatie ontstaat zoals die in Welsen is ontstaan, dat mensen met een kleine financiële prikkel worden gestimuleerd om daags na het vuurwerk afsteken op Oud en Nieuw ook gelijk dat spul op te ruimen. Overigens geldt datzelfde niet alleen voor het vuurwerk, knal en sier, maar ook wat ons betreft voor zaken die blijven liggen na het karbietschieten en ook het nuttigen van eventueel alcoholische versnaperingen. Wat betreft karbietschieten wilde ik tot slot nog een suggestie aan de hand doen, een beetje buiten deze APV om, maar toch in het kader van Schoon en Veilig. In Drenthe is er een vrij succesvolle campagne van start gegaan. Die heet Wie is de Bok? De bewust oplettende karbietknaller. Dit heeft veel goede effecten op het gebied van het voorkomen van letsel ten aanzien van karbietschieten. En ik wil graag het college in ieder geval de suggestie aan de hand doen om ook hierbij aan te sluiten. Dan wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Tot slot geef ik het woord aan mevrouw Van den Hoek namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het is een helder en duidelijk stuk. En het mogen duidelijk zijn dat als de tijden veranderen, dat de bevoegdheden van onze burgemeester wellicht wat meer ruimte nodig hebben om te zorgen dat er ook snel gehandeld kan worden als het aan de orde is. Ik denk dat de beantwoording van portefeuillehouder vorige keer wel heel erg duidelijk was. Het gaat niet over dat het nu nodig is, maar wat als het nodig is. Geef mij de ruimte om op dat moment te handelen en ik zal u van tevoren goed informeren. Dat schept vertrouwen. Daarin verbaast het ons dan wel het amendement van de Partij van de Arbeid. Want dat lijkt met name gestoeld op wantrouwen. We zijn ook erg benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. Wat betreft de seksinrichtingen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het amendering zag komen, dat ik even moest... Klein moment, mevrouw Luijten. Maak u een paar zinnen af, komen dan tot de vraag. Dat is zo. Er is vorige keer in de oriënterende ronde gesproken dat als je een escortservice hebt of prostitutie hebt, dat je moet voorkomen dat het in de illegaliteit terechtkomt. En door het zo stringent aan banden te leggen, waarbij je toch een stap extra moet zetten om een vergunning te krijgen, zou juist kunnen maken dat we de illegaliteit bevorderen. En door het open te houden, misschien werkt het dan drempelverlagend. Ik snap wat er gezegd wordt. Voorgaande sprekers zeggen, we hebben liever niet dat het hier is. Maar volgens mij maak je dan juist weer in de duisterhoek door te zeggen dat je het niet zou willen hebben. Of gewoon simpelweg te accepteren dat dat een onderdeel van onze samenleving is. Dank u wel. Een vraag van de Partij van de Arbeid die ongetwijfeld over het voorzitter, gaat. Voorzitter. Ik was er even... Sorry. U komt u tegenwoordig ook al Partij van de Arbeid. We beginnen bij de Partij van de Arbeid. Van harte welkom overigens. Maar nee, voorzitter, ik wilde even corrigeren de toezegging in het college van in de oriënterende ronde over het melden van tevoren ging over het cameratoezicht en niet over deze politiefunctionarissen. Dat was eventjes een misverstand, denk ik, bij mevrouw Van den Hoek, bij deze. Akkoord. Voorzitter, ik heb die opmerking nergens in de, over cameratoezicht is dat gezegd. Maar als ik me niet vergis, ging dat over de totale bevoegdheden die de burgemeester extra zou krijgen. Maar wellicht dat portefeuillehouder daar zelf goed op kan reageren. Als ik het fout heb gehoord. Voldoende voor mevrouw Luijten? Ga ik naar de heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was iets te enthousiast. Maar goed, ik hoorde een, dat aangegeven werd dat door het te verruimen, dat daarmee het uit de illegaliteit wordt gehouden. Tenminste, dat was even de hypothese die werd gesteld. Nou, ik zou daarbij willen aangeven dat sinds de legalisering van de prostitutie het illegale circuit alleen maar is toegenomen. Dus even uw stellingname die u hier verkondigt, dat is SEC uw mening. Als u kijkt naar de statistiek, dan is dat niet waar. Dank u wel. Behoefte om te reageren? Heel kort, voorzitter. Ik weet heel goed wat u zegt en u heeft daar in de feitelijkheden gelijk. Wij denken alleen dat in de geest van de beperking het een negatief effect kan hebben. En in de vrije markt is een prostitutie of escort service gewoon simpelweg ook een onderneming. Ja, goed, wij blijven liever met onze benen op de grond staan. Akkoord. Bijdrage van GroenLinks heeft geen verdere vragen opgeroepen. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat we het woord geven aan het college. Burgemeester Snijders, en ik constateer daarbij dat er eigenlijk niet veel vragen zijn gesteld, maar natuurlijk wel twee amendementen en een suggestie hier aan de hand gedaan zijn. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het gaat vooral om het ingaan op de amendementen die voor liggen. Ik begin maar even bij het amendement van maximaal aantal vergunningen voor de seksbedrijven, ingediend door de fractie van de ChristenUnie. Ik heb vorige keer ook al aangegeven. Ik probeer het even zo te noemen. Ja. Ik heb vorige keer ook al aangegeven dat het de prostitutie is sinds het bordeelverbod officieel gelegaliseerd. Dus het gaat om reguliere bedrijven. Een bedrijfstak zeg maar in Nederland waar ruimte voor gegeven moet worden. We hebben 2x2 opgevoerd destijds in de APV. Voorzitter. Een reguliere bedrijfstak, dat vind ik toch wel een iets te makkelijke aanname. Dat is dus wel gewoon feitelijk. Maar als je kijkt naar het beleid, ook het landelijk beleid van de regering, dan zie je dat deze bedrijfstak toch wel iets meer aandacht behoeft dan andere bedrijfstakken.
Maar ik herhaal nogmaals, in de wet is dit omschreven en ik citeer. Het algemeen bordeelverbod is opgeheven en een gemeentelijk prostitutiebeleid dient opgesteld te worden om ruimte te geven voor deze bedrijfstak. Dat is waar wij mee te dealen hebben. En we hebben dat destijds in regionaal verband afgesproken. En er is een soort spreiding gemaakt, zeg maar, over de regio heen, waarbij een verdeling is gemaakt. En waarbij aan Hardenberg zeg maar, 2x2 in de onderhandelingen zeg maar, daaruit is gekomen om daar ruimte voor te geven. Feitelijk inderdaad heeft u gelijk dat er op dit moment één inrichting actief is, werkzaam is, zeg maar. En dat er ruimte is, of zo u zegt van, ja, er is geen behoefte aan. Maar feit blijft wel dat in het kader van de APV, waar we over praten, Algemene Plaatselijke Verordening, het hier vooral gaat over handhaven van openbare orde en veiligheid. En dat daarin de mogelijkheid dan is gegeven om 2x2 te doen. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, is maar de vraag, omdat er ook nog een bestemmingsplan inderdaad nodig is. Op koers.nu gaf daar ook al inzicht in. Je zult ook altijd een bestemmingsplanprocedure moeten lopen. Dus die komt sowieso bij uw raad al voorbij. Dus er zijn meerdere momenten waarop u daar nog iets van zou kunnen vinden. Dus in die zin is er geen noodzaak om het aan te passen. En er is eigenlijk ook geen reden voor om het aan te passen. Want ik heb geen argumenten gehoord, zeg maar, die in het kader van openbare orde of veiligheid voorbij komen, dat het nu een probleem zou zijn dat we op 4 zouden zitten, maximaal. Dus in die zin zou het amendement voor mij overbodig zijn. En zou ik het u willen omdraaien. Heer Van der Wel. Voorzitter, maar heeft u wel argumenten gehoord die er eventueel tegen zou zijn? Nee, de argumenten om 2x2 te doen, die heb ik u net gegeven. Dat is de verdeling, zeg maar, over de regio, zoals die ooit is bedoeld. En dat is, ik geloof, 10 jaar geleden zo tot stand gekomen. En daarin, de reden is dus vooral ingelegen om de mogelijkheid open te houden. Maar nogmaals, via het ruimtelijk ordeningsbeleid heeft u eigenlijk al een instrument in handen. Maar dan wel vanuit de argumentatie van ruimtelijke ordening, zeg maar, om te zeggen of u dat een menselijke ontwikkeling vindt of geen menselijke ontwikkeling zou vinden. Maar voorzitter, hoor ik dan goed, zeg maar, dat het eigenlijk dus niet uitmaakt of we dit doen, dus of we nou wel of niet doen, dat eigenlijk het effect hetzelfde is? Nou, je geeft in ieder geval op grond van openbare orde en veiligheid de mogelijkheid om het te doen, maximaal 2x2. Maar als u zegt van, ja, we schroeven terug naar 1, ja, dat zou u kunnen doen. Maar dan beperkt u in ieder geval op grond van openbare orde veiligheid aan de voorkant dat al. Voorzitter. Dus dat zou, ik zag dat eerst, wil ik erover zeggen. En wat ik één ding nog wil zeggen, u moet wel een eigenlijk een feitelijke argumentatie hebben waarom u het terug zou willen schroeven. Akkoord. Ik zag na het CDA eerst de heer Stelpstra en daarna de heer Gelling. Ja goed, ik wil toch even reageren op de portefeuillehouder. Kijk, de geschiedenis 10 jaar geleden was zo dat er toen inderdaad 4 bedrijven waren waarvan eentje aan het stoppen was. En die is toen vergund, omdat het anders een hele dure grap zou worden als we die niet zouden opnemen in de vergunning. Dus er zit nog veel meer geschiedenis achter dit aantal dan wellicht de portefeuillehouder nu naar voren brengt. Dus wij zien eigenlijk geen reden om mee te gaan in de redenering van de portefeuillehouder. Wij zouden graag zien dat hij terug wordt gebracht naar 1. En mocht de portefeuillehouder aanleiding zien om het te verruimen, nou, dan moet hij opnieuw naar de raad komen. Akkoord. Ik schets u alleen even de randvoorwaarden, zeg maar, waarom er voor gekozen is. En ik weet niet waarom u dat nu zou anders zou willen, zeg maar. Maar dat is een keuze die inderdaad aan uw raad voor ligt om dat te doen. Ik hoor in die zin ook gewoon een feitelijke constatering bij de ChristenUnie. Dan stel ik voor de verdergaande vraag van. Heer Gelling, ja, voorzitter, dank u wel. Want laat ik dan verhelderen waarom wij mede-indiener zijn van dit amendement. En dat is niet omdat wij beperkingen willen ter zake ondernemerschap, in welke zin dan ook. Maar wel, en de portefeuillehouder zegt het eigenlijk heel goed, dat er nou net een nuance kan worden gegeven ter zake dit onderwerp betreffende de beperking op basis van openbare orde en veiligheid. En daar zit het voor ons net in. Dus niet zozeer in de uitvoer of niet zozeer in de totstandkoming van het bedrijf, want dat is het allemaal duidelijk uitgewerkt. Juist in de uitvoering, want daar gaat het wel vaak mis. En dat zijn ook de vragen die de ChristenUnie en de VVD gesteld hebben. Ter zake, wat gebeurt er dan, hè? Dus in de illegale prostitutie.
En wat wij graag als signaal willen geven, heeft dus niets te maken met de ondernemer die het goed doet. Dat is niet het punt, maar juist op basis van de openbare orde en veiligheid een extra signaal geven bijna naar een toekomstige ondernemer dat deze raad in ieder geval buitengewoon op zijn hoede is voor het vergeven van een tweede mogelijkheid. Dat is wat ons betreft de gedachte. Dus geen beperking voor ondernemerschap, maar wel waakzaamheid ter zake het gevolg. Akkoord, voorzitter. Ga je gang. Ja. Ja, want ook daarvoor geldt natuurlijk, als dat aan de orde zou zijn, dan is daar een stelsel voor van controle, toezicht en dergelijke, wat dan op het punt van openbare orde en handhaving zeg maar, wordt toegepast. Hè? Als er een tweede of een derde of een vierde zou kunnen komen. En dat vindt ook nu al plaats. En dat zullen we ook in de beantwoording van de vragen nog aan u toegeven. Want daar is een heel stelsel van controle rondom prostitutiebedrijven ingericht. En dat is ook juist de reden waarom het ook destijds op deze manier is georganiseerd. Om er ook in die zin ook toezicht op te kunnen houden. En nogmaals, ik begrijp nu iets beter de overweging, omdat daar een inhoudelijk argument achter zit vanuit de zijde van de VVD die ik hoor. Maar nogmaals, het zou niet nodig zijn om wat mij betreft dit terug te dringen, het aantal. Maar goed, dat is aan uw raad. Het tweede punt, dat gaat over het amendement rondom de bevoegdheden van de politiefunctionarissen. Ik heb dat de vorige keer ook aangegeven. Mevrouw Luiten die quote alleen maar één onderdeel zeg maar, uit de reactie die ik toen heb gegeven, dat het er ook al in stond. Dat klopt inderdaad, dat is in 2014 erin gekomen. Maar ook daar lag een inhoudelijk argument achter om dat op te nemen destijds. En dat heeft ermee te maken dat deze gemeente in een landelijk gelegen gebied ligt. De laatste jaren, met name ook in die jaren, en dat blijft eigenlijk nog steeds zo, we te maken hebben met behoorlijk aantal woninginbraken, schuurinbraken. Deze gemeente, een groot gebied, lange aanrijdtijden, dergelijke. Bovendien hebben we te maken met mobiel banditisme, zoals we dat een mooie term noemen. Veel grensverkeer. Wat betekent dat mensen mobiel zeg maar, hier in dit gebied rondrijden, naar binnen gaan, iets meenemen en weer weggaan. Als een politieambtenaar alleen slechts een opsporingsambtenaar zou zijn, wat in principe de basis is inderdaad, hè, de opsporing van strafbare feiten, dan zou hij alleen maar op een hete daad zeg maar, iets mogen doen. En dan wordt de slagkracht van de politie in dit gebied wel heel erg beperkt. En dat is de reden geweest waarom in overleg tussen politie, justitie en de betrokken burgemeesters, want elke gemeente in het district IJsland doet daaraan mee, is gezegd van ja, wij wonen hier niet in Amsterdam. Wij hebben hier niet de beschikking, als we op een rode knop drukken, over 20, 30, 40 agenten, dan wel hulpofficieren van justitie die heel snel kunnen aanrijden. Onze mensen staan hier er alleen voor, 's nachts, als ze met hun tweeën in dit hele grote lege gebied rijden. En dan is het wel handig. En dat gaat natuurlijk niet zomaar, want ik weet niet wie van u wel eens is aangehouden en de kofferbak heeft open moeten doen. Maar misschien is het ook wel een zeer delicate vraag die ik stel. Maar dan is het wel handig om een politieagent wel de mogelijkheid te kunnen geven om, als hij dat inschat, en hij mag dat inderdaad zomaar doen, daar heeft u wel gelijk in. Hij mag dat zomaar doen, maar hij zal zijn professie daar altijd in gebruiken. Als hij dat inschat, dat hij dan toch wil kijken op grond van die APV-mogelijkheid die er nu is. Dat hij zegt, ik zou toch heel graag even in uw laadbak of in uw kofferklep willen kijken. En nogmaals, daar wordt heel terughoudend en voorzichtig mee omgegaan. Maar het is wel een van de belangrijkste redenen geweest om die juist in dit gebied, in deze regio, dat artikel op te nemen. Waar overigens wel degelijk de VNG ook de mogelijkheid toe heeft geboden. Zij het facultatief, hè? Dat moet ik er ook bij zetten. Facultatief heeft de VNG gezegd, juist om deze reden, er kunnen omstandigheden zijn om agenten naast opsporingsambtenaar, wat ze sowieso zijn, ook toezichthouder, als toezichthouder aan te wijzen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste argument. En ik zou het heel erg zonde vinden als wij dat los zouden laten, omdat we merken in de praktijk werkt dat gewoon goed. En de politie gaat er zeer terughoudend mee om. Ik zie een heel aantal vragen, beginnend bij VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Het grootste bezwaar, als ik mij het goed samenvat van de Partij van de Arbeidsfractie, was het etnisch profileren. Hè? En
Dan ga ik even terug naar u, hè, want is dat een terechte gedachte die hierin zit? Want u zei zelf al, we zitten niet in Amsterdam. De motivering hoor ik heel duidelijk, betreft al het buitengebied en het kijken in auto's. Zou daarmee het bezwaar van mevrouw Luijten en haar fracties weg zijn genomen als het etnisch profileren of geen onderdeel is van uw motivatie om het zo te veranderen? Ik begrijp dat de vraag gesteld is aan de Partij van de Arbeid eigenlijk meer. Nou, gedeeltelijk, maar ook de vraag aan de voorzitter eigenlijk of er dus naar de mening van de portefeuillehouder ook sprake is hier problemen zijn met etnisch profileren. Stel ik voor dat we voorzitter, voordat, eerst het deel van de Partij van de Arbeid op de vraag horen en dan vanuit het college. Precies, want ik ben niet duidelijk geweest of meneer Gilling heeft mij niet goed begrepen. Etnisch profileren is natuurlijk niet ons voornaamste bezwaar of reden om dit amendement in te dienen. Ik heb dat genoemd als voorbeeld van mogelijke willekeur. Of van politie handelen, wat wellicht heel goed bedoeld, toch onbedoeld willekeurig uitpakt. En dat moet je natuurlijk niet faciliteren. Dus ik denk dat het etnisch profileren hier in de gemeente Hardenberg wel los zal lopen. Volgens mij vervalt daarmee ook het deel van de vraag die aan het college gesteld is. Volgens mij, voorzitter, ook. Want de etnisch profilering is hier geen thema. Wat natuurlijk wel een thema is, hoe ga je met je professie om? Hoe kijk je naar de samenleving? Hoe kijk je naar mensen? Hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk ook iets wat het politieteam van het Vechtdal natuurlijk wel degelijk bezighoudt. En waar ook wel met elkaar over gesproken wordt. Van hoe ga je met dat soort zaken om? Maar dat is in een veel bredere context eigenlijk. En nogmaals, ook naar mevrouw Luijten toe. In het kader van zorgvuldigheid. Er zit natuurlijk altijd sowieso een teamleiding op het team. Daar worden dit soort zaken ook besproken. Er is een klachtencommissie, dat heb ik eerder ook al aangegeven. En er is ook nog eens een driehoek van justitie, politie en burgemeester waarin, als dat nodig is, dit soort zaken voorbij komen. Maar ik heb het in de 6 jaar dat ik hier zit nog niet meegemaakt dat daaromtrent klachten zijn of komen. Akkoord. Voldoende voor de VVD? Ja, voorzitter, dank u wel. Ga ik naar de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Feitelijk heeft de portefeuillehouder net mijn vraag beantwoord. Over dat er prudent met deze situatie om wordt gegaan in alle zorgvuldigheid. Maar Partij van de Arbeid vroeg mij net in mijn woordvoering hoe de terugkoppeling naar ons raad gaat plaatsvinden. Of de burgemeester daar ook eventueel wat meer vertrouwen kan geven aan de Partij van de Arbeid. Ik weet niet of ik uw vraag goed begrijp. Dan gaat het over de ervaringen. Nou, we hadden net een kleine mini-discussietje over de wijze waarop u terugkoppelt naar de raad toe, mochten er zaken zijn die hierin mis zouden gaan. Wat u wel heeft toegezegd over de cameratoezicht, of dat in dit geval dan ook geldt, de actieve informatie die u geeft. Ja, ik denk dat het goed is om dat te betrekken ook in een groter verhaal van een regelmatige terugkoppeling van hoe staat het met de staat van de openbare orde en veiligheid en wat zijn daarin dan de bijzondere aspecten, zeg maar. Dat proberen we ook jaarlijks te doen. Het jaarplan van de politie kwam eerder voorbij. Maar we proberen dat nu in een iets ander stadium te doen. En daarin zou dit soort vragen heel goed aan de orde kunnen komen. Dan wel ook de ervaringen die daar zijn, zeg maar. Ja. Akkoord. ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De portefeuille gaf aan dat er afspraken zijn gemaakt in de regio. Wij zijn even benieuwd. Ja, wat het zou betekenen als Hardenberg niet daaraan zou meedoen. Ja, dan kom ik naar uw raad terug met een voorstelling om de THV-afdeling groter te maken. Omdat deze mensen zijn aangewezen als toezichthouders. Die zouden dan ook 's nachts moeten gaan opereren in de weekenden. En dat is eigenlijk een soort, zou u kunnen zeggen, bijna een soort gemeentepolitie die we dan gaan doen. Dus dan zou ik met een financiële vraag in uw richting komen. Ja, maar goed, mijn vraag was ook een beetje van, we hebben een politieregio, hè, die gaat over de gemeentegrenzen heen. Lijkt me anderzijds ook wel moeilijk voor een politieagent om te weten van, hey, ik zit nu in de gemeente Hardenberg. Nee, maar dat is, daar wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Want het speelt natuurlijk zich ook af voor een deel in het Duitse grondgebied. En daar zijn ook bevoegdheden, zeg maar. En dat is dan weer nationaal geregeld. Maar dat de Nederlandse politie, zeg maar, tot 25 kilometer Duitsland in mag rijden. En daar ook bepaalde bevoegdheden heeft. En die ook kan uitoefenen. Dus dat is wel degelijk geregeld.
En zo geldt ook dat die bevoegdheid die wij hier hebben, die geldt voor de, ook voor de politie-eenheid zeg maar, die hier rijdt. Want het zijn mensen uit Dalfsen, uit Ommen, zeg maar, die hier het gebied ingaan. En die handelen dan op basis van onze APV, net zoals ze dat kunnen doen, ook in de andere gemeenten. Wij zouden de enige gemeente zijn die dat dan niet zo zou hebben geregeld. Akkoord. Voorzitter, begrijp ik het goed dat eigenlijk het amendement van mevrouw Luiter ertoe zou kunnen leiden dat we de politie minder makkelijk achter de voordeur van een prostitutiebedrijf kan kijken? Nee, dat is geen zin het geval. Want de politie, er zijn binnen de politieorganisatie politiefunctionarissen aangewezen als toezichthouder voor prostitutiebedrijven. Dus dat is wel weer heel sec gemandateerd. Zeg maar, die bevoegdheid is heel nadrukkelijk niet aan iedereen gegeven. Ja, en dat bedoelde ik even met niet een normale bedrijfstak, voorzitter. Ik was ook een klein beetje aan de oude. Er zijn meer bedrijfstakken waar dat voor geldt, zeg maar. Ik zou nog een lijst kunnen opnoemen, dat zal ik nu niet doen, heer Stelstra. In ieder geval voor elkaar een hoop dingen opgehelderd, merk ik op. Ik heb nog één vraag aan de portefeuillehouder. Dat is, betreft de amendementen. Over amendement 1 heeft u duidelijk aangegeven dat die eigenlijk ontraden wordt door het college. Maar van amendement 2, wat gaat over het maximum aantal seksbedrijven. Daar u begon uw betoog met, het college vindt het overbodig om te eindigen met, wat ons betreft is er geen reden om dit soort te doen. Dus ik vraag me even af. En dan heeft u over de amendementen over toezichthouder bij de politie in de APV. Nee, in amendement 1, dat betreft het amendement over de bevoegdheden. Daarom bent u helder, die ontraad ik. Ja. Over de tweede, het maximum aantal seksbedrijven, zegt u in het begin, het is overbodig. En u eindigt uw betoog met, wij zien geen reden om dit soort te doen. Ik vraag me af of u het overbodig vindt. Dan ben ik niet duidelijk geweest. Wij houden vast zeg maar, aan het voorstel zoals het is, in de APV op dit moment staat. U ontraadt het amendement? Ik ontraad het amendement, ja. Ik ben in die zin consequent. Dan hebben we dat maar gewoon helder. Goed, is er behoefte aan een tweede termijn schorsing? Ik hoor schorsing. Wij zouden graag even willen schorsen. Minuut of 5? Ja, voldoende aan. Schorsen we de vergadering voor 5 minuten. Goed mensen, ik stel voor dat we de vergadering gaan hervatten. Dat geldt ook voor de mensen op de gang, de hal, die mij daar kunnen verstaan als het goed is. Goed, dames en heren. Ik heropen de vergadering. En gezien de hoeveelheid versnaperingen die u in 5 minuten verzameld heeft, stel ik voor dat we de schorsing om politieke redenen de volgende keer wel tot een minuut kunnen beperken, zo ongeveer. Maar goed, dat nemen we dan maar ter kennisgeving aan. Dat voorstel, wanneer wordt hier in stemming gebracht, voorzitter? Ja, wanneer u wilt, daar gaat u over. Ik geef u ook als eerst het woord, de heer Stelpstra. Dank u wel. Voorzitter, wij hebben even een schorsing aangevraagd naar aanleiding van de bevoegdheden van de toezichthouders naar de politie. Wij hebben dat in de fractie besproken en wij vinden dat de politie die bevoegdheid moet kunnen krijgen. Eigenlijk de argumentatie is al gegeven door de portefeuillehouder. Maar we vinden het belangrijk dat een agent in deze politieregio overal gelijkwaardig kan opereren. Dus dat is een van de belangrijkste argumentaties. Akkoord, eigenlijk een soort van stemverklaring voor het amendement van de Partij van de Arbeid. Akkoord. Ik kijk even rond of er nog verder behoefte is aan iets van een tweede termijn of een reactie of... Excuses, wij zijn tegen dat amendement. Ja, dat was me helder geworden. Oké, okay, ja. Ik kreeg net zeker? Te horen dat dat niet duidelijk overkwam. Jawel, zeker. Heldere woorden vanuit de hoek van de ChristenUnie, zeg ik dat allemaal. Andere behoefte aan iets van een tweede termijn of aan een reactie. Ik zie mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad nog een vraag naar aanleiding van het antwoord van de portefeuillehouder. Natuurlijk over de politiefunctionarissen. We snappen de argumentatie en we willen natuurlijk ook niet dat hier in deze, in deze gemeente het problematisch wordt met politieagenten die de hele tijd de gemeentegrenzen over en weer moeten overrijden 's nachts. Maar we hechten natuurlijk wel, dat heeft u als het goed is begrepen, aan dat principiële punt. Dus ik vroeg me af of er iets op te verzinnen is, waardoor wij toch voor deze APV zouden kunnen stemmen. En we dit laten. Maar dat heeft dan voor ons natuurlijk heel erg veel te maken met hoe we daarop toe kunnen zien, hoe we daarover geïnformeerd worden. Nou, daar is de politie. Ik weet niet wat het is.
Dat krijg je ervan. Als je het nodig hebt. Ik stel voor dat de burgemeester even ingrijpt. Ja, wellicht is het een goede zaak om iemand even toezichthouder, wat dat preventief in binnenzakken te laten kijken voortaan. Ja. Dat lijkt me een goede. U dus, vervolgt uw betoog. Ja, maar de eerste vraag is, kunnen we daar iets op verzinnen? Waarmee u ons iets gerust kan stellen dat, dat we die willekeur, voor zover die hoe goed bedoeld ook wellicht zou kunnen plaatsvinden, kunnen voorkomen. En het tweede wat ik niet helemaal begreep, u zei... We kunnen, als er dan een auto staat midden in de nacht vlakbij de grens met een open kofferbak, dan kan de politie daar niks aan doen. Dat is bij mijn weten niet helemaal correct, omdat er dan wel degelijk sprake is van een gereden verdenking. Dus daar nog graag wat opheldering, wat de politie wel of niet kan. Maar voor ons is het belangrijkst, als we er iets aan kunnen doen, hoe we die willekeurigheid op de een of andere manier in de peiling kunnen houden, of in ieder geval kunnen controleren. Voorzitter. Dan kunnen wij misschien dat amendement laten vallen. De heer Gelling. Voorzitter, mijn fractie wil toch wel iets van bezwaar tegen maken tegen deze vraag. Want mevrouw Luijten heeft net al geaccordeerd dat de vorige portefeuillehouder het amendement met een korreltje zout mocht nemen. En stelt nu voor om de volgende portefeuillehouder iets te laten bedinken om het amendement door te laten gaan. Ik denk dat de zorgvuldigheid toch iets anders met zich meebrengt. Als je amendement indient, dan wordt het uitgevoerd of niet. En deze vrijheid van handelen wordt wel heel erg hortig. En voorzitter, misschien een ander gezichtspunt... Wellicht wil het college jaarlijks rapporteren hoe vaak dit is toegepast en of daar klachten zijn. En wellicht kan het heel kort. Ik bedoel, als er in 6 jaar geen enkele klacht is geweest, dan horen we elke keer 0 terug, lijkt mij. Akkoord. Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Even op meneer Gelling reagerend. Dit is niet een actie om te kijken hoe we een amendement erdoor kunnen rommelen, om het zo maar even te zeggen. Maar ik vraag de portefeuillehouder of we er iets op kunnen verzinnen, waardoor wij daar zo gerustgesteld door zijn dat wij de noodzaak voor het amendement niet meer zien. Dus dat zou betekenen dat we het amendement intrekken. En wat betreft het jaarlijks rapporteren van meneer Stelpstra, dat zou ik heel prima vinden, behalve dat ik me afvraag of de gemiddelde inwoner... zich überhaupt realiseert dat er een verschil is en er dus een klacht over indient. Ik kan me wel voorstellen, ik hoorde de portefeuillehouder iets zeggen over een jaarplan van de politie, dat de politie daar zelf op die manier over reageert en dat wij dat automatisch hier in de raad, in ieder geval die alinea te zien zullen krijgen. Akkoord. Wat overblijft zijn vanuit de Partij van de Arbeid 2 vragen aan het college. Of er een oplossing is te vinden waardoor men toch akkoord kan gaan. En de tweede vraag is eigenlijk meer een vraag over de praktische uitvoering, zou ik maar zeggen. De eerste vraag, daarbij is ook een suggestie gedaan van de ChristenUnie en ook van de Partij van de Arbeid zelf. Ik geef graag het woord aan de portefeuillehouder. Dank voorzitter. Ja, ik probeer niet in een herhaling te vatten, maar het is inderdaad zo dat de politie als toezichthouder dus inderdaad kan optreden bij onder andere autocontroles. En dat is hier het belangrijkste om dat te kunnen doen, met name in de avond en de uren en in nachtelijke uren, zeker ook nu. Rondom het donkere dagen offensief, zoals we dat kennen. En inderdaad is het zo, zonder concrete verdenking inderdaad, kan dan een politieambtenaar toch in de kofferbak kijken om te controleren op aanwezigheid van inbrekerswerktuig. En nogmaals, niet elke auto wordt aan de kant gezet, er wordt een inschatting gemaakt, natuurlijk op de beroepsprofessie van de betreffende politieambtenaar. Ja, wat kan ik daar dan aan doen om u... vermeende willekeur of als dat al zo zou zijn, hoe we dat dan aan de kaak kunnen stellen. Ik zat daar net heel lang over na te denken, want toen dacht ik, eigenlijk is de oplossing misschien wel heel simpel, door gewoon aan te bieden dat u gewoon eens een keer meerijdt. Of een aantal nachten meegaat met de politie. En het wat een geweldig idee, voorzitter. Ja, ja. Nee, maar ik meen dat echt serieus. Dat is niet allemaal tegelijk, hoop ik. maar het zou misschien goed zijn als inderdaad u als raad eens meegaat om eens te kijken van ja, hoe pakt dat nou uit in de praktijk? Hè? Ik heb het zelf wel eens gedaan en wethouders zijn wel eens mee geweest. Want dan ervaar je aan de lijve van hoe dat nou gaat s'nachts. En ik adviseer u dan wel vooral in het weekend ook te gaan, want door de week s'nachts is het heel erg rustig aan de weg hier. Maar dat zou inderdaad kunnen. Het tweede punt is misschien om inderdaad te zeggen, maar laten we eens kijken in de rapportages
die van de politie hier gewoon terugkomen. Ik heb vrijdag ook weer overleg dat we gewoon zeggen, volgend jaar ook gewoon in de rapportage gaan we ze daar eens aandacht voor vragen van wat zijn hier nou, zijn er nou vraagstukken voorbij gekomen, zijn er problemen geweest, zijn er klachten ingediend en dat we dat dan terugkoppelen aan uw raad in het overleg met de politie. Dank u wel. Is het stageaanbod voldoende voor de Partij van de Arbeid? Nee, stageaanbod helaas niet. Ik maak wel heel graag van het aanbod gebruik, want het lijkt me inderdaad heel nuttig om dat een keer te doen. Maar daar heb ik niet zoveel aan, want wij moeten hier vanavond besluiten of wij voor of tegen de APV stemmen. En ik neem aan dat we dat zo snel niet kunnen organiseren, zeker niet als meneer Stelpstra ook nog mee wil. Wat betreft het andere kan ik me voorstellen, en dat vat ik dan maar even op als toezegging, dat u toezegt dat u dit op de agenda zet in het overleg met de politie en dat daarover wordt gerapporteerd. Heb ik dat goed begrepen? Dan zullen wij dat binnen de fractie nog bespreken. Akkoord. Ik stel voor, gezien de discussie die gevoerd zijn, dat we richting het einde van dit agendapunt werken. En daarbij vraag ik of amendement 1, ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid, of die gestand blijft. Is de behoefte aan een schorsing? Een minuut of 1, 2? Laten we er 5 minuten van maken. Kleine schorsing. Ik stel voor dat de raadsleden die willen deelnemen aan de stemming weer zitting nemen. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Luiten. Voorzitter, dank u wel. Vanuit het standpunt dat wij dat je iemand moet vertrouwen tot het tegen de bewezen is. En het stageaanbod. En het feit dat het zeker volgend jaar op de agenda staat, trekken wij enigszins schoorvoetend, zeg ik er meteen bij, maar het amendement in. Akkoord. Daarmee constateer ik dat amendement 1 niet langer deel uitmaakt van de beraadslaging. Kunnen we verder overgaan tot de stemming? Amendement 2 blijft wel in, indruk had ik al. Dan stel ik voor dat we daar als eerst over stemmen. Dat is het amendement dat gaat over het maximum aantal seksbedrijven. Dat is een amendement dat op voorhand wordt gesteund door ChristenUnie, CDA, Partij van de Arbeid, VVD en D66. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat die steun er nog steeds is. En vraag ik aan de fracties van Op Koers. Voorzitter, mag ik een stemverklaring daarop afgeven, alstublieft? Uit uw gang. Dank u wel. De reden van mede ondertekenen die ligt een beetje in de lijn van wat de heer Gelling zojuist al stelde. Maar ik wilde dat graag even benadrukken, ook voor mijn eigen achterban. Als er redenen zijn om een seksbedrijf te weren in dit gebied, zijn die op basis van openbare orde en veiligheid en niet op basis, wat mij betreft, voor ruimtelijk ordeningsvraagstukken. En het lijkt mij stug dat het gaat over parkeerplaatsen wat dat betreft dan. En om die reden hebben wij dit mede ingediend en steunen wij dit amendement. Dank voor de stemverklaring van D66. Is er verder nog behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval, kom ik terug bij Op Koers. Wij zijn tegen het amendement. U bent tegen, akkoord. GroenLinks. Tegen. GroenLinks en Op Koers zijn tegen. Ga ik wel constateren dat het amendement maximum aantal seksbedrijven met een meerderheid van stemmen is aangenomen. Dan het voorstel zelf, het geamendeerde voorstel. Vaststellen nieuwe algemene plaatsverordening voor de gemeente Hardenberg, CDA, ChristenUnie-akkoord, GroenLinks-akkoord, VVD, D66 Op Koers-akkoord en de Partij van de Arbeid ook akkoord. Al dus besloten, ik maak daarbij nog wel de opmerking dat het amendement een besluit van het APV wijzigt, maar het APV heeft ook een toelichting en het gewijzigde besluit zal ook worden toegevoegd aan die toelichting en ik stel voor dat we dat in handen geven van de griffier. Dan gaan we verder naar het volgende agendapunt en geef ik eerst de voorzittershamer weer over aan de voorzitter van de raad. Zo, goede dank voor het voorzitterschap. Gaan wij bij de bespreekstukken naar het volgende agendapunt. Agendapunt 8. En dat gaat over het beleidsplan Leven Geldstress 2018-2020. Wie wil daarover het woord voeren? PvdA. VVD, D66, ChristenUnie en het CDA en GroenLinks. De Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt het onacceptabel dat mensen in Nederland in armoede leven.
Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen en dit gebeurt in alle lagen van de bevolking. Schulden isoleren en kunnen leiden tot armoede. Ook verborgen armoede. Wij vragen de portefeuillehouder om extra aandacht te houden voor kwetsbare mensen. Niet alleen die genoemd zijn in het stuk, maar ook ouderen met een klein AOW'tje en gezinnen die te lijden hebben onder economische tegenslagen in een sector, zoals bijvoorbeeld de agrarische. Maatwerk moet mogelijk zijn en blijven voor schrijnende gevallen. Insteken op curatief beleid en effectieve dienstverlening sluiten hierbij aan. Onze fractie is onder andere gelukkig... Onze fractie is onder andere gelukkig met het wijzigen van de declaratiebasis voor de fondsen. Hiermee wordt een boodschap van vertrouwen uitgedragen en vermindert de regel en financiële druk bij aanvragers. Verder zullen we met belangstelling de ervaringen en resultaten van Mobility Mentoring volgen. En ook zijn we zeer benieuwd naar de projecten op wijk- en buurtniveau gericht op gezondheidsachterstanden die gestart gaan worden in 2018. Armoede is ingrijpend. En een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Goede voorlichting, laagdrempelige dienstverlening en een vangnet is noodzakelijk om schulden te voorkomen of te verminderen. Wij denken dat het voorliggende beleidsplan hieraan bijdraagt en zullen daarom hiermee instemmen. Wel roepen we het college op om nadrukkelijk een link te leggen met het toekomstige experiment basisinkomen, waarvan wij vurig hopen dat dat er komt. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, de fractie van D66. Meneer Rodemans. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit mij van harte aan bij de woorden van mevrouw Kloekhorst als het gaat over het niet accepteren van het leven in armoede in deze gemeente. Ik heb al bij de oriënterende ronde aangegeven, overigens, dat armoede niet een alleenstaand probleem is. En daarom heb ik ook aandacht gevraagd, al in de oriënterende ronde, voor het voeren van een integraal beleid, ook op andere gebieden, bijvoorbeeld alcohol, werk, gezondheid, etc. En ik wilde graag nog wat nadere toelichting van de portefeuillehouder hierover, alvorens we tot stemming overgaan. Ook wilde ik vragen om wat meer duiding te geven op hoe betrekken wij andere partijen bij de aanpak van de problematiek rondom armoede. En dan heb ik het met name over de nutsvoorzieningen, dus elektriciteit en gasleveranciers bijvoorbeeld, die vaak te maken hebben met het einde van een armoedeprobleem en daardoor zich genoodzaakt voelen om sommige zaken af te sluiten, zoals dus benoemde elektriciteit en warmte. Wat in mijn optiek toch een bijna primaire levensbehoefte lijkt te zijn in deze huidige samenleving. Tot slot heb ik de suggestie gedaan om ook eens te gaan praten met bedrijven zoals Wekamp, toch gevestigd van origine in deze regio. En ook heel vaak hebben zij te maken met de schuldproblematiek. Dan graag hier een reactie op van de portefeuillehouder. Akkoord, de VVD, de heer Reiling. Dank u wel, voorzitter. In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Deze kinderen en jongeren maken zich zorgen of er wel geld is voor eten en schoolspullen. Ze voelen stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijk concentreren op school. De aanpak van armoede onder kinderen en jongeren staat bij het Rijk en gemeenten hoog op de agenda. Toch zien we dat het aantal kinderen en jongeren in armoede niet afneemt. Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je als kind minder voelt. Er heeft invloed op de keuze die je maakt in je leven en op je toekomstperspectief. Daarom moeten we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een gezin waar genoeg geld is om van te leven, waar warmte en aandacht is en waar kinderen en jongeren vrij zijn van dagelijkse zorgen. De kinderen en jongeren die te maken hebben met armoede hebben het recht dat wij er alles aan doen om te zorgen dat zij opgroeien in een gezin waarin ze gewoon kind kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen. Dit is een citaat uit Alle kinderen kansrijk van de kinderombudsman van 5 december jongsleden. Nog een paar quotes daaruit. De SER concludeert in haar rapport: opgroeien zonder armoede
dat het Nederlandse instrumentarium voor armoedebestrijding de afgelopen jaren onvoldoende in staat is gebleken om armoede structureel terug te dringen. De in natura kindvoorzieningen dragen bij aan het verminderen van de sociale uitsluiting en komen bij de kinderen en jongeren zelf terecht, maar hebben niet geleid tot een daling van het aantal kinderen en jongeren in armoede. Nu wij als raad het beleidsplan Leven zonder geldstress 2018-2020 gaan vaststellen, en maakt u zich geen zorgen, daar vindt u de VVD-fractie aan uw zijde, wil ik nog graag een dringende oproep doen. Wij zijn ons terdege bewust van de complexiteit van armoedebestrijding. Echter, in het beleidsplan stellen we 8 beslispunten vast, waarbij de meeste aandachtspunten betrekking hebben op symptoombestrijding. Klinkt dat misschien wat negatief, maar de meeste acties die worden voorgesteld hebben betrekking op de situatie dat er al duidelijk sprake is van armoede. Vanzelfsprekend moeten we alle beschikbare middelen inzetten om die gezinnen uit het isolement te helpen. Ik zou de wethouder willen uitdagen om punt 7, de handen in één om armoede te voorkomen en of te beperken, nog nader uit te werken op de wijze zoals de participatieraad ook heeft aangegeven in haar advies, waarin zij met klem adviseren om op korte termijn een smart uitvoeringsplan te schrijven om beleid concreet te gaan vertalen naar acties en beoogde resultaten. Afgelopen week heb ik nog gesproken met een wijkconsulent van de Woningbouwstichting. Zij gaf aan dat het beleid van de stichting met betrekking tot armoede al behoorlijk is bijgesteld. Er worden dus al duidelijke stappen gezet. Verder zou ik de cursus Mobility Mentoring ook aanbieden of eventueel aanpassen, zodat die ook aan vrijwilligers en bijvoorbeeld aan personeelsfunctionarissen aangeboden kan worden. In de oriënterende ronde heeft u aangegeven om met de tweede bestuursrapportage in 2018 de Raad te informeren over waar we nu staan op het gebied van armoede en schuldenproblematiek. Ik hoop dat u dan ook in staat bent om de daaraan gekoppelde acties en resultaten in een plan van aanpak neer te zetten. Wethouder, kunt u dat plan van aanpak combineren met de stand van zaken bij de tweede bestuursrapportage? Laten we eerlijk zijn, het helpen van mensen in armoede is een goede zaak. Als VVD-fractie spreken we ook onze waardering uit voor al die vrijwilligers en professionals die zich inzetten. Maar het is eigenlijk veel beter dat die hulp niet nodig zou zijn. Zou het niet veel mooier zijn dat we als raad van de gemeente Hardenberg na de volgende raadsperiode kunnen zeggen dat onze inzet heeft geleid tot een structurele daling van kinderen in armoede? Dank voor uw bijdrage. De ChristenUnie, de heer Van der Gram. Voorzitter, dank u wel. In het beleidsplan Leven zonder geldstress is de gemeentelijke opdracht als volgt geformuleerd. Het preventieve beleid is erop gericht armoede en schulden te voorkomen. Een treffende, maar ook gelijk zeer moeilijke doelstelling. Immers, in onze gemeente zijn ruim 1700 huishoudens met een laag inkomen, 257 personen met beschermingsbewind en 219 intakes voor de schulddienstverlening. De menselijke en financiële problematiek waarvoor we staan is dus groot. Via een drietal lijnen, namelijk preventie, laagdrempelige dienstverlening en curatief beleid, zal in de komende planperiode worden gewerkt om de inwoners die het betreffen te ondersteunen. Een planperiode overigens die een jaar kortere looptijd kent dan het vorige plan, in onze ogen terecht. Op deze manier kan er sneller ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de samenleving. De 8 beslispunten zoals opgenomen in het voorstel onderschrijft de ChristenUnie. De vragen die in de oogronde zijn gesteld zijn door de portefeuillehouder adequaat beantwoord, inclusief zijn toezegging om de Raad bij tweede BRAP 2018 te informeren. Ik had gevraagd om dit in 2019 te doen, maar ik neem aan dat het geen probleem is om dit in beide jaren te doen. Voorzitter, samenvattend, de fractie van de ChristenUnie kan instemmen met dit raadsvoorstel. Fijn. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van het CDA, de heer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. In de OR bleek al dat we als raad best wel content zijn met dit voorstel. We hebben mevrouw Luiten een vraag horen stellen in de actuele vragenronde, als het gaat om de verdere plannen naar aanleiding van de avond in de Voorvechter.
En daar willen we als CDA ook nog graag even op terugkomen, maar ook op de avond, waarin we uitgebreid toegelicht kregen hoe die geldstress ontstaat en welke gevolgen dit heeft. En we hebben op de avond in de Voorvechter van verschillende sprekers kunnen horen hoe belangrijk het is voor mensen die vanuit de bijstand komen en een reguliere baan vinden, ook financieel voordeel ervaren. En dit missen we eigenlijk nog een beetje in dit voorstel. We kunnen ons natuurlijk aansluiten bij de andere sprekers in deze raad, maar vanuit die optiek zou het CDA de wethouder willen vragen om dit eens nader te onderzoeken. Met een notitie willen komen naar de raad om eens verder te kunnen praten over dat mogelijke financiële voordeel. En voor de rest is de CDA akkoord met dit voorstel. Akkoord. Ten slotte mevrouw Van Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Vorige week dronk ik koffie met 4 vrouwen in de bijstand. En ik vroeg ze, joh, basisinkomen, lost het op? Zou jij dan minder gaan werken of harder je best gaan doen? En het antwoord wat ik kreeg was, nee, maar als ik met 5 euro per dag met mijn 3 kinderen moet leven, dan is voor mij 2 euro per dag al de redding. Want elke keer niet alleen een dubbeltje omdraaien, maar altijd eigenlijk nee te moeten zeggen, dat is wat armoede voor mij betekent. En wij willen ook geen armoede. Het is een prachtig 7-stappenplan, of sorry, 8. En ik denk dat daar een goede start mee is gemaakt. En de strekking is helder. Wij willen geen armoede hier. Een kanttekening daarin is wel dat wij een aantal keer vooral het woord wij zien en voor de inwoner. Wat wij missen is met de inwoner. Omdat wij oprecht denken dat hoe slim wij het ook aan denken te pakken, het antwoord ligt bij de mensen die in de armoede zitten. Maar we hebben voldoende vertrouwen in dit college en in onze wethouder en in onze ketenpartners om er zeker van te zijn dat ze die weg absoluut zullen zoeken. En de heer Brink heeft vorig jaar in de oriënterende ronde gezegd, ga meer de boer op, ga naar de verenigingen, ga naar de plekken waar je koffie drinkt en wees actief en haal die verhalen op. De reactie van de wethouder was hoopgevend. Dank u. Akkoord, dank u wel. Dat was de eerste termijn. Ik kijk even naar de wethouder voor een reactie nog op opmerkingen die gemaakt zijn. Ik geef graag het woord aan de heer De Vent. Dank u, voorzitter. Allereerst dank voor uw waardering voor het onderliggende stuk. Dat is tot stand gekomen. Ik denk dat het belangrijk is om te vermelden, in samenwerking met heel veel partijen, maatschappelijke organisaties die hierbij betrokken zijn, want het vraagstuk van armoede is enorm ingewikkeld. Ik zeg maar precies zoals het is. En ik heb al eens gezegd, van, ja, hoe kunnen we nou ervoor zorgen? Dat is een beetje ook het antwoord op de vraag van de heer Reiling. Dat we straks ook kunnen zeggen, van dan hebben we straks ook inderdaad, als we nu een nulmeting zouden doen, straks minder kinderen in armoede. Minder volwassenen in armoede. Ik zou dat heel graag willen beantwoorden. En ik denk dat die vraag beantwoord kan gaan worden, als we met elkaar inderdaad volgend jaar in 2019 kijken naar de effecten van de aanpak zoals die nu voor ligt. Want het is schaken op verschillende borden, zeg ik dan maar. Het begint met educatie, onderwijs, voorlichting, vanaf de basis, gevaren van het leren omgaan met geld, de verleidingen van de markt, onderschat u niet de verleidingen van de markt, het gemak waarmee mensen toch schulden kunnen maken. Maar we denken daarbij ook bijvoorbeeld aan de actie die we hier hebben genoemd in ons stuk, rondom werkgevers. Want er zijn ook werkgevers die zeggen, ik heb werknemers met nogal wat schulden. En als ze daar niet actief iets voor gaan organiseren, dan belanden ze misschien in de ziektewet, ontslag, WW, bijstand, zorgkosten. Nou, dat hoef ik u volgens mij helemaal niet te vertellen. Dus we hebben ook gezegd, dat is een groep waar we ons ook willen gaan richten, samen met Eurowijzer en met andere organisaties. Dus ja, die preventieve kant, daar wil ik heel erg graag naartoe. Maar we hebben ook nog wel een vraagstuk op te lossen. Want er zijn inderdaad veel mensen met financiële problemen. En ik weet niet of u gisteren het nieuws van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft gezien. Er is weer een onderzoek gedaan. Met Nederland gaat het op zich wat welvarender en beter. Maar de kloof tussen arm en rijk, die is wel wat gegroeid. En het aantal mensen in armoede is ook weer iets toegenomen. Dus we hebben ook nog wel een grote opgave.
En daarmee zeg ik niet, en zo kom ik ook bij de opmerking van de heer Reiling, dat je aan symptoombestrijding moet doen, maar je moet wel eens voor de korte termijn oplossingen bedenken. En ik zou dat geen symptoombestrijding willen noemen, maar ik zou veel meer willen praten over het stabiliseren van situaties. Zodat mensen weer in staat zijn om goed na te kunnen denken over hun toekomst. En daar hebben we een prachtig instrument voor nu. Zoals u vanavond ook al zei, de Mobility Mentoring Methode, die we nu aan het trainen zijn. We zijn onze eigen mensen aan het trainen, onze Samen Doen Teams aan het trainen. Om met die methodiek ervoor te zorgen dat mensen in staat zijn om even die ontstrest te worden. En aan de slag te gaan weer met hun perspectief, met hun toekomst. Dus het is een combinatie van instrumenten die wij inzetten om ervoor te zorgen dat we straks inderdaad minder geld gaan uitgeven. En we hebben ook gezegd, we willen zicht hebben niet alleen op financiële problematiek, zoals de heer Roormond zei, maar ook gezondheid, andere factoren die daarin een rol spelen. En daarom hebben wij die intro naar onszelf toe weer terug georganiseerd. Dan heb je het plaatje eigenlijk compleet. Kun je ook veel beter integraal acteren en organiseren. Dus u moet dit veelal zien in een scala van instrumenten, waardoor we straks ook kunnen zeggen, ook in het licht van de monitor die we nu aan het ontwikkelen zijn, ik hoop dat we straks kunnen zeggen, we kunnen aan de hand van dit instrumentarium toch wat doen aan deze ingewikkelde problematiek, waarvoor we heel veel partijen nodig hebben. Dat heeft u ook kunnen lezen in het stuk zelf. We zijn ook met heel veel partijen daarover in gesprek. En ik hoop dat die bewustwording ook maatschappelijk breed wordt gezien. Want wij kunnen dat niet alleen, zeg ik maar heel nadrukkelijk, zoals het is. Ik ga toe naar de beantwoording van de voorzitter. Eventuele vragen die er nog zijn. Nou, mevrouw Kloekhorst, regeldruk, u heeft dat ook nog inderdaad genoemd. We gaan inderdaad toe met een experiment van automatische toekenning. Want dan weet je eigenlijk vaak wel één ding zeker, dan wordt het bereik ook groter. We willen ook kijken naar de effecten daarvan. En zo willen we dat straks gaan uitrollen in een breder perspectief. Want daar gaan we echt mee starten. Dat is ook een kwestie weer van vertrouwen geven aan de mensen zelf. Gezondheidsachterstanden die nemen wij ook zeker mee in het brede kader. Niet alleen inkomen, maar ook gezondheid, bewegen, onderwijs. Eigenlijk hebben al die aspecten met elkaar van doen. En de oproep om de link te leggen met het experiment rondom basisinkomen. Uiteraard gaan we kijken aan de hand van het experiment of we in staat zijn, want dat is eigenlijk de kernvraag achter de discussie van het basisinkomen. Van zijn we in staat om naar een ander systeem te gaan, door we iedereen in een gelijkwaardige positie stellen om mee te doen aan de samenleving. Dat betekent wel dat je bestaande systemen misschien moet ontschotten, of misschien ook de ruimte moet krijgen om daarmee te experimenteren. En dat willen we heel graag doen. Dus we gaan zeker die link ook leggen. Meneer Rodemond, u had het over het betrekken van nutsvoorzieningen. Nou, volgens mij heb ik de vorige keer al aangegeven dat we bezig zijn ook samen met de corporaties om daarnaar te kijken. Wel een hele ingewikkelde, want de nutsbedrijven staan niet te springen zeg maar, om dit soort activiteiten. Omdat ze met een bulk hebben te maken, zeg ik maar even. Maar er is nu ook weer een nieuw instrument ontwikkeld. Door het Stichting Bureau Kredietregistratie, daar heb ik de vorige keer volgens mij al iets van verteld. Die hebben een soort vindplaats NL ontworpen, waarin we zo ook met alle partijen samen toch willen kijken naar de preventieve aanpak. Dus er wordt wel van alles geprobeerd. Maar u noemt wel tegelijkertijd een van de lastigste bedrijven om hiermee afspraken te kunnen gaan maken. Maar we geven dat niet op. En als het gaat om WKAM, een jaar of 6 geleden heb ik hier zo'n symposium georganiseerd, waarin een personeelsfunctionaris ook van WKAM heeft verteld zeg maar, over de gevolgen inderdaad ook van schulden. Ook bij werknemers. Hè. Maar ook wat het met mensen doet op het moment dat ze inderdaad maar kunnen blijven bestellen. En uiteindelijk niet meer kunnen gaan betalen. Dus ook die bedrijven, postorderbedrijven, willen we daar ook zeker betrekken. Meneer Reiling, ik heb volgens mij al een deel van uw vraag beantwoord. Ik zie het dus niet zozeer als symptoombestrijding. Ik noem het vooral stabiliseren van een bepaalde situatie om uiteindelijk ook stappen vooruit te kunnen gaan maken. Dat is heel belangrijk. En natuurlijk uw oproep, maar dat hebben we ook in ons plan verwoord, kinderen voor op. We hebben ook gezegd, kinderen tot 18 jaar mogen in principe niet met schulden opgroeien. Als het wel het geval is, kopen we die af. In samenwerking met de GKB. En inderdaad, de corporatie, daar zijn we mee in gesprek. De corporatie is ook met een project gestart. Die heeft ook gezegd van, nou, wij willen toch kijken, als er sprake is van een kleine achterstand met betrekking tot huur,
dus een kleine huurachterstand, om dan ook direct actief te interveneren. Daarvoor hebben ze samenwerking gezocht met de medewerker van de Stuw. En zijn we nu ook bezig in het veld om te kijken of dat ook uiteindelijk kosten bespaart. Want ik zeg ook altijd, het laatste wat je wilt als je schulden hebt, is je woning verlaten. Dus als er sprake is van een huurachterstand, dan is er vaak al een berg van andere schulden. Dus terecht dat u daar ook de vinger bij legt. Meneer Van der Grampel, u maakt een mooie deling inderdaad tussen preventie, dienstverlening en de curatieve aanpak. En inderdaad, we gaan volgend jaar, ik had gezegd 2019, maar 2018 kunnen we al een soort tussenstand geven van de stand van zaken. En het is ook voor interessant voor de nieuwe raad straks om te zien van waar staan we nou eigenlijk met de uitvoering van dit plan. Want het is een continu proces. En toch nog even terug naar meneer Reiling. U heeft vorige keer van mij gehad dit een hele mooie krantje. Want als u zegt van ja, hoe zit het met de actiegerichtheid? Hier staan ze allemaal in. Er staan beslispunten in en de acties staan erin vermeld. Wat we niet hebben gedaan is nog kunnen spreken van bepaalde effecten. Dat wil ik wel gaan meten, ook met de monitor waar u vorige twee weken geleden kennis mee heeft gemaakt. Dus als het gaat om actiegerichtheid, ik zou zeggen, die staan heel nadrukkelijk in dat hele mooie krantje. En dat heeft alles te maken met die driedeling van die aanpak. Preventief, curatief en dienstverlening. Dus volgens mij zit die actiegerichtheid er heel sterk in. Maar nogmaals, wij zullen moeten gaan focussen ook inderdaad op effecten van ons beleid. En dat is bij dit onderwerp geen gemakkelijke. Meneer Bakhuis, ik heb al iets gezegd over de relatie met betrekking tot het basisinkomen. En waar u nou doelt, vind ik wel een interessante. Dat is werken loont. Hè? Dat is volgens mij het thema wat u noemt. En dat is inderdaad een hele discussie die ik ook wel eens in de praktijk zie. Dat mensen zeggen, ja, op het moment dat ik ga werken en ik kom net boven het bijstandsniveau, dan verlies ik mijn toeslag. En dan kan het wel inderdaad zo zijn dat iemand die toeslagen verliest en dan waardoor het netto besteedbaar inkomen van diezelfde persoon minder is dan wanneer iemand in de bijstand zit. Dus dat geeft spanning. Nou, wij willen gaan kijken, want daarom spreken wij ook heel nadrukkelijk over het besteedbaar inkomen. Met die definitie gaan we verder aan de slag. En wil ik ook, ook kijken naar praktijksituaties, dus ik kom er wel bij u op terug. Om te zien of werken ook echt loont of kan gaan lonen in de toekomst. Want het kan natuurlijk niet waar zijn dat je door werken in één keer een stuk terugvalt in je inkomen. En dat is lastig met de regelgeving die wij hier kennen in Nederland. Hè, want de wetgever staat nadrukkelijk op de stoep en zegt van, gij zult. Ik zou willen zeggen van, ik wil er in de praktijk eens goed naar gaan kijken. En kijken of wat we binnen de bestaande spelregels kunnen gaan doen. Voorzitter. Mevrouw Hans. Korte vraag. Als u gaat kijken naar die, noem het maar, neemt u daar ook mee de nieuwe instroom in de beschut werkplaatsen? Ja, u snijdt mevrouw Hansen een heel ander thema nu aan, maar niet een onbelangrijke, die ook landelijk nogal leeft op dit moment. Want zoals u weet is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van nieuw beschut werken en ligt ook zeg maar het salariering bij de gemeente. Vroeger zaten mensen in de deelnemers zeg maar in de CAO. Alleen nu is de gemeente verplicht dat te doen. Dus ik denk dat het goed is dat we die groep er ook zeker bij betrekken. Want dan hebben we het wel te maken met de meest kwetsbare groep in onze, op de arbeidsmarkt. Zeg ik. Voorzitter, mevrouw Van den Hoek. En dan mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Binnen de participatieverordening die wij hier in de Raad hebben vastgesteld, hoeveel ruimte biedt die nog om los van de rijkswetgeving werken, dat moet gaan lonen. Ik ben niet heel coherent. Hoeveel ruimte biedt die gemeentelijke verordening u om anders te gaan kijken naar dat arbeid moet gaan lonen om dit soort problemen te voorkomen? Nou, die verordening biedt wel ruimte als het gaat zeg maar, om werken met behoud van uitkeringen. Dus binnen dat gremium zeg ik dan maar. Maar als het gaat zeg maar, om verrekenen van inkomsten, dus de financiële vertaling daarvan, dat is een hele lastige. Want dan staat de wetgever wel op de stoep en worden we daar ook op gecontroleerd. Maar goed, ik ben bereid om daar nog eens goed naar te gaan kijken aan de hand van echte praktijkvoorbeelden. Ik ga door met de beantwoording, voorzitter. Er is nog een vraag van de heer Bakhuis. Oh,
Ik ben blij met de reactie van de wethouder, maar houdt er ook in dat wij dan een notitie kunnen verwachten? Of hoe denkt de wethouder ons te kunnen informeren? Nou, ik zou niet zozeer aan een notitie te denken, maar dan zou ik het liever wel eens een keer willen gieten in een informatieve bijeenkomst rondom binnen het sociaal domein, waarin we gewoon een aantal praktijkvoorbeelden kunnen laten zien hoe dat nu werkt. Want volgens mij levert dat meer op dan papier en informatie, want papier en informatie roept toch weer veel vragen op. En je kunt niet alles op papier uitleggen. Ik zou dat aan de hand van de praktijk willen doen. Mevrouw van der Hoek, terecht dat u zegt, niet voor de inwoner, maar ook vooral met de inwoner. Nou, dat is wat we zeker ook nastreven. Wat wel goed is om te noemen, vind ik wel belangrijk om te vermelden, want bij de ingewikkelde teksten of taalgebruiken, die we soms zien in, in dit huis, zeg ik maar, hè, omdat we daar ook toe verplicht zijn, hebben we toch geprobeerd, ook in dit krantje en ook in het beleidsstuk, om dat in gewone mensentaal, zeg ik wel eens, te verwoorden. En we hebben ook gebruikt mensen uit onze samenleving, dus onze inwoners, om naar mensen die dus in principe wat moeite hebben met lezen en schrijven, om te onderzoeken of ze dit nu echt ook begrijpen. Dus we hebben echt in de praktijk gekeken, is het allemaal begrijpelijk wat hier staat? En dat maakt ook dat u dan misschien dan zou kunnen concluderen van ja, het is allemaal nog niet in effecten vertaald. Nee, het is wel heel actiegericht, maar ook voor de doelgroep is het wel veel duidelijker geworden, heb ik teruggekeerd. Dus wij zijn nadrukkelijk bezig met communicatie op het niveau waar dat ook van gewenst is. Dat was het, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Volgens mij zijn daarmee ook alle vragen beantwoord. En kijk even rond, maar volgens mij is er geen behoefte aan de tweede termijn. Ik zou willen voorstellen om tot de stemming over te gaan. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan ligt voor het beleidsplan Leven zonder geldstress 2018-2020. Vraag aan uw raad. Kunt u instemmen met het plan zoals het voorligt? Raadslaging hebben gehoord. En ook uw instemmend geknik constateer ik dat dit voorstel raadsbreed gesteund wordt. Dank u wel. Brengt ons bij agendapunt 9. Uitvoeringsplan mantelzorg doe je samen. 2018-2019. Wie wenst daarover het woord te voeren? ChristenUnie, CDA, links. Hoe is het nu en wat hij vandaag bent? Ik begin bij de ChristenUnie. Heer Van Grap. Dank u wel, voorzitter. Het uitvoeringsplan mantelzorg is opgebouwd aan de hand van de vier V's. Vinden, versterken, verlichten en verbinden. Werkwoorden die treffend weergeven waar het bij de mantelzorg in essentie om draait. En deze vier doelen zijn vervolgens weer uitgewerkt in vijf concrete ambities voor de komende twee jaar. De fractie van de ChristenUnie kan de aangegeven ambities onderschrijven, evenals het eenmalig onttrekken van 100.000 euro uit het begrotingsresultaat 2017 voor het achteraf toekennen van het mantelzorgcompliment 2016. In de O-ronde van 21 november heeft de portefeuillehouder aangegeven nog een schriftelijke reactie naar de Raad te zullen sturen. Dank daarvoor. En wat betreft de ChristenUnie zijn de vragen adequaat beantwoord. Ik wil nog wel even stilstaan bij de tweede ambitie, namelijk die van flexibiliteit en maatwerk. Stress door praktische en administratieve regeltaken en zorgtaken en het jaarlijks opnieuw moeten bewijzen dat de situatie wat betreft die zorgvraag niet is veranderd, geldt in wezen voor het gehele sociale domein. We zijn het dus van harte eens om WMO-beschikkingen voor mantelzorgers voor een langere periode dan één jaar af te geven, maar doen gelijk de oproep aan het college om dit ook bij niet-mantelzorgers toe te passen. Ook zij zijn namelijk gebaat bij rust en zekerheid als het duidelijk is dat er geen verbetering in hun situatie zal optreden. Tot slot, voorzitter, wil ik nog even stilstaan bij de reactie van de participatieraad, waarbij men aangeeft het bijzonder vreemd te vinden dat de waardebonnen alleen bij de middenstand in Hardenberg te besteden zijn en niet in andere kernen. Daarnaast doen zij een drietal suggesties aan het college en wellicht dat de portefeuillehouder op die vier onderdelen nog even kan ingaan. Dank u wel, voorzitter. Kort, dank u wel. CDA, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, allereerst zijn wij als CDA Hardenberg-fractie erg blij met het plan dat voor ligt.
En wij kunnen ons helemaal vinden in de ambities die staan beschreven in het plan en zijn blij met onze vragen. Die zijn beantwoord tijdens de oriënterende ronde. Wij zien wel het, met veel belangstelling het onderzoek tegemoet naar respijtzorg. En naar de realisatie van het mantelzorgnetwerk, wat toch al een prominente plek heeft in het voorstel. Zoals aangegeven in de oriënterende ronde is de Raad geïnformeerd met wat aanvullende informatie. De heer Van der Gampel refereerde daar ook naar. Daar werd gesproken over, over het mantelzorgnetwerk in Steenwijkerland en de betrokkenheid van de participatieraad. En ja, dat roepte bij mij nog wel en ook bij mijn fractie wel wat vragen op. Om precies te zijn twee en die wil ik hier toch nog wel even gesteld hebben. Allereerst de waterbonnen. Waarom wordt ervoor gekozen om die alleen maar te besteden in de stad Hardenberg, zo lijkt het. En niet in onze andere dorpen en kernen. Maar goed, wellicht dat daar een goede verklaring voor is. En tweede is dat de portefeuillehouder heeft aangegeven in de oriënterende ronde dat de participatieraad zeer nadrukkelijk is betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. En als ik dan de brief lees van de participatieraad, ja, dan kan ik dat niet helemaal met elkaar rijmen. Want als daar een aanbeveling wordt gedaan van betrek ons nou eens wat meer, dan denk ik van, hey, daar wrijft iets en daar wil ik wel graag wat meer van weten. Dus wellicht dat de portefeuillehouder dat nog even zou kunnen toelichten. Tot zover. Akkoord, dank u wel. GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Dat is niet de bedoeling, nee. Voor de heer Brink geldt dat wel, maar niet voor u. Zit je toch niet voor niks in deze stoel, voorzitter? Dank u wel, voorzitter. De belangrijkste vragen zijn inmiddels gesteld door de voorgangers. Het is een goed stuk en we hebben er lang over gedaan. Dat zei de wethouder de vorige keer ook. En het is tijd om het nu uit te gaan voeren. De kracht van gewoon doen. De vier V's vinden, versterken, verlichten en verbinden. In de oriënterende ronde heeft u met elkaar veelvuldig gehad over de term vinden met name. Dat dat toch wel een hele lastige blijkt te zijn. Wij hebben maatschappelijk met de gesprekken die wij hebben gevoerd ondervonden dat niet alle mantelzorgers zichzelf ook mantelzorgers vinden. En dat misschien het gesprek op een andere manier kan plaatsvinden. Maar zoals het vorige stuk ook al aangaf, hebben wij ook gezegd, we hebben voldoende vertrouwen in het stuk en ook in onze ketenpartners dat er met onze inwoners op een andere manier gesproken gaat worden, zodat er lage toegang en laagdrempeligheid geborgd gaat en blijft. Dank u wel. En dan de fractie van Opkoers ben nu, de heer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we spreken vanavond over mantelzorgers. Mantelzorger is een vrijwilliger en wordt gedwongen door naastenliefde. De gemeente Hardenberg telt naar schatting 15.000 mantelzorgers. Ruim 2.000 hiervan zijn mantelzorgers die intensief en langdurig voor hun naasten zorgen. Deze mantelzorgers lopen het grootste risico op overbelasting. Op dit moment zijn er in Hardenberg 1276 mantelzorgers bekend. We streven ernaar dat na 2 jaar, dus eind 2019, 10% meer mantelzorgers in beeld zijn. 1400 stuks dus. En dan nog vallen er 600 buiten de boot. Ik heb in de oriënterende ronde aangegeven dat ik daar eigenlijk van schrok. De wethouder heeft denk ik terecht mijn aantijging weerlegd van ik vind het allemaal een beetje onder de maat. Het is vanavond al eerder gezegd van sommige mensen willen ook geen mantelzorger genoemd worden. Die zijn het wel, maar willen niet als zodanig in beeld komen. Ik denk dat dat ook iets met de volksraad te maken heeft. Toch wil ik in ieder verzoeken om door te werken om die 600 alsnog in beeld te krijgen. Dan nog is het aan de mantelzorger zelf om te beslissen, wil ik ook wel of niet mee in het schuitje. Tot zover eigenlijk was ik tevreden ook wel over het antwoord van de wethouder. Wat minder vrolijk werd ik van mijn vraag van wat is het advies van de participatieraad? Ik mis dat. Ik werd eigenlijk op dat moment aangekeken van of
hij heeft zijn wil niet op gehad. Of hij wordt oud, nou ik kan u geruststellen, ik ben al oud. Later kreeg ik te maken met het feit dat er nooit een advies was gevraagd. En ik kom normaal gesproken niet terug op een tweede ronde, maar nu vraag ik net als mijn voorgangers om toch even door de wethouder een antwoord te geven op een aantal opmerkingen die de participatieraad maakt. En mijn vraag van hoe voorkomen we dat in de toekomst de participatieraad alleen achteraf kan reageren. Dank u wel, voorzitter. Akkoord, dank voor de bijdrage van het Centrum van Ombudsman. Nu gaat tenslotte naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft grote waardering voor mantelzorgers die vaak intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. Zij verdienen goede ondersteuning en faciliteiten vanuit de gemeente om overbelasting te voorkomen en om een gezonde balans tussen werk, zorg en gezin te kunnen behouden. Wij zijn van mening dat het voorliggende stuk, inclusief de aanvullende informatie en de toezeggingen van de portefeuillehouder, hier goed bij aansluiten. Onze fractie ondersteunt ook de visie om een mantelzorgnetwerk te realiseren binnen de huidige zorgstructuren en met de lokale partners. Geen nieuwe kerstboom optuigen of het wiel opnieuw uitvinden, maar zoeken naar verbindingen binnen het bestaande. Wij delen daarom ook de mening van de participatieraad dat het vormgeven van dit netwerk een hoge prioriteit heeft. Goed, dank u wel. Daarmee hebben we de eerste termijn gehad van dit thema. En kijk even naar de wethouder voor de beantwoording van een aantal vragen die nog openstaan. Ten aanzien van rol, invloed, participatieraad, procedure. En zo nog een aantal andere vragen. Dank u, voorzitter. Vorige keer in de oriënterende ronde hebben we uitgebreid gesproken over het plan. Ik kom zo op de beantwoording van de vraag uit, want ik kan me voorstellen dat er wat verwarring is ontstaan ook naar de richting participatieraad. Ik was zelf ook wat in verwarring, moet ik zeggen, daardoor. En dacht van, nou, als er wat verwarring is, moeten we dat ontrafelen en kijken waar het nu precies zit. Daar kom ik zo op terug. Maar wat betreft het plan zelf, ik denk uitstekend plan, zeg maar, omdat we dat als vertrekpunt hebben gekozen. De uitgangspunten die landelijk zijn geformuleerd via MESO, dus dat heeft u kunnen zien. En ook de VNG, vinden, versterken, verbinden en verlichten. Dat zijn wel de vier V's, zeg maar, die men landelijk ook eigenlijk liefst in elk gemeentelijk beleidsplan zou willen verankeren. We hebben daar uitgebreide tijd voor genomen om met het veld, want er zijn heel veel gesprekken gevoerd met het veld, met organisaties van mantelzorgers, maar ook met zorgorganisaties zelf. Er is heel veel tijd in gestopt om te onderzoeken, want ik heb u wel eens vaker gezegd, het is best ingewikkeld en moeilijk om die ondersteuningsbehoeften goed in beeld te krijgen. Dus ik kan wel de middelen die ik heb heel gemakkelijk uitgeven, maar dat willen we niet, we willen het ook verantwoord doen. Dat willen we echt verantwoord doen. Dus wat voor u ligt, is ook gewoon een vertaalslag van al die gesprekken die hebben plaatsgevonden. En we gaan zelfs verder, maar we hebben ook gezegd dat we die middelen bij elkaar willen brengen en straks via het mantelzorgnetwerk willen gaan besteden. Dat zijn best grote stappen die we maken, omdat we vertrouwen hebben in het veld om dat ook te gaan doen. Dus ik denk een hele mooie beweging die we daarmee hebben ingezet. Dus kortom, vertaling van een uitvoerig onderzoek en ook vertaald naar de organisatievorm waarvan wij zeggen, wij hopen en verwachten dat we daardoor ook veel meer mantelzorgers in beeld krijgen. Want het vinden, inderdaad, voorzitter, kom ik op terug. Afdoek. Dank u wel. Ik zwaaide al enthousiast naar u, maar ik keek even de andere kant. U noemde een heel werkveld van mensen die u gesproken heeft. Ik heb u niet horen zeggen dat u de mantelzorgers heeft gesproken. Heeft u die nadrukkelijk betrokken in het proces? Die zijn ook betrokken in het proces, ja. Ik ga naar de beantwoording van de vragen, voorzitter. De heer Van der Grampel, die onderschrijft de ambities. En u wijst nog even inderdaad op de discussie die we vorige keer hebben gehad rondom regeldruk. En we hebben ook gezegd van ja, als het duidelijk is, als u een beschikking afgeeft voor wat betreft de WMO of iets anders binnen het sociaal domein. En je kunt het langdurig doen, waarom zou je dat dan gewoon tijdelijk of jaarlijks moeten doen? Het levert alleen maar weer heel veel overlast op, ook pijnlijke situaties soms voor mensen, als er niets verandert in de situatie. Dus hier zijn we mee gestart als het gaat om mantelzorgers. Maar we zijn ook binnen het domein werk en inkomen aan kijken of we dat ook kunnen organiseren. Dus
Dus ook daarvoor geldt, in het brede domein van het maatschappelijk veld, of we die regeldruk ook op die wijze kunnen gaan verminderen. Dus minder langdurige beschikkingen afgeven. Wel binnen wet en regelgeving kijken of dat enigszins past. Maar u weet, u kent Hardenberg, wij zoeken altijd de ruimte op. Ik kom zo nog even terug op de vraag rondom waarom alleen Hardenberg en niet Dedenswaard. Ik ga even terug naar de heer Brink. Respijtzorg, daar hebben we vorige keer al iets van gezegd. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. En we willen het inventariseren ook samen met het mantelzorgnetwerk. Want ook uit het onderzoek is niet helemaal gebleken waar die behoefte rondom respijtzorg nou precies zit. Dus we hebben in onze gemeente best mooie vormen van respijtzorg. Er worden ook door zorgorganisaties aangeboden, maar dat gaan we inventariseren met het veld zelf. Mag ik een klein vraagje stellen, voorzitter? Ja, de heer Brink. In het stuk staat ook dat het onderzoek naar de respijtzorg is eigenlijk een van de eerste opdrachten van het netwerk. Hè? Dat zeg ik goed. Maar ik neem dan wel aan dat als de uitkomsten wel bekend zijn, dat wij dan ook over geïnformeerd worden. Dat lijkt me bijna een vraag die ik niet hoef te beantwoorden, maar bij deze ja. Nee, ik wou u graag ook even ja horen zeggen. Okay. Dank u wel. Goed. Ik kan me voorstellen dat u zegt straks, ook volgend jaar 2018, hè, net als met het vorige onderwerp waar we hebben besproken, van waar staan we dan precies? Want het wordt ook best wel spannend om dat mantelzorgnetwerk goed in te vullen, hè, met de goede mensen, met de goede organisaties. Het geeft je eigen verantwoordelijkheid. En ik heb net al gezegd, het doel daarvan is niet anders dan meer mantelzorgers in beeld krijgen. Dat is wat we willen. En op de goede ondersteuning bieden. Nou, dan is het belangrijk om te kijken of de aanpak die we nu voorstaan met elkaar, of die over een jaar, zeg maar, als we hem gaan evalueren, ook werkt. Dus ik heb vertrouwen, mevrouw Van Hoek, als u daarna vraagt, in de ketenpartners die daarbij betrokken zijn. Want het gaat dus heel breed rondom welzijn, zorg en mantelzorg. Mevrouw Kloekhorst, u zegt mantelzorgnetwerk, daar heb ik net iets over gezegd. En geen nieuwe kerstboom optuigen, dat is wat we ook nadrukkelijk niet willen. Dat hebben we gekozen voor bestaande organisaties. Voor binnen de gemeentegrenzen, zeg ik maar. En meneer Kloekhorst, hoe is het nu? We hebben vorige keer ook al met elkaar volgens mij wel een mooie discussie gevoerd. En ik heb u wel enigszins kunnen meenemen in mijn verhaal. Maar u blijft toch nog wel even terugkomen inderdaad op het bereik. En dat vind ik zelf ook nog wel een moeilijk. Ik heb ook gezegd, 1 op de 4 mensen in Nederland is mantelzorger. Hè? Dat is zo'n beetje de stijlregel. Dus dat betekent voor Hardenberg 15.000 mantelzorgers, 2.000 intensief. We hebben er nu 1.276 in beeld. We zijn al jarenlang met mantelzorgbeleid bezig. En laat ook helder zijn dat dit een vernieuwing is van onze aanpak. Bedoeld om het bereik te vergroten. We doen het nu met onze bestaande partijen, met de STUW, met Carinova, met zorgorganisaties. Maar daarvan hebben die partijen ook gezegd, we hebben wel behoefte om het veel meer onder 1 coördinatiepunt te brengen. Het is nu veel te versnipperd veld. En we zijn wat bescheiden geweest in onze ambitie, dat ben ik met u eens. Maar ik hoop dat de volgende portefeuillehouder kan zeggen straks van nou, dat had wel een ontje meer gekund, want we hebben inmiddels veel meer mantelzorgers in beeld. En ook die 600 waar u volgens mij op doelt. Dan even terug naar de vragen die nog liggen. Allereerst het advies van de participatieraad, want ik heb me daar ook al eens over gebogen van hoe kwam dat nou precies. En daar hebben we de vorige keer volgens mij niet over gesproken, maar het is natuurlijk zo, hier voor u ligt een uitvoeringsplan. En in eerste instantie was het zo dat we hebben gezegd, als het gaat om uitvoeringsplannen, die hoeven in principe ook niet eens naar de raad. Wel het beleidskader, sociaal domein, maar niet het uitvoeringsplan. En dat was ook de route die we in eerste instantie hadden ingezet, dat zou u actief naar u als raad gaan. Maar toen kwam het vertaling van het financiële deel van 2016 en 2017. En toen hebben we een financiële uitvraag gedaan. En daarvan hebben we gezegd, ja, daar gaat de raad over. Ik had toen kunnen zeggen als portefeuillehouder, van nou ja, ik vraag alleen maar het financiële besluit. En voor de rest is het een uitvoering, maar dat vond ik niet correct, gewoon niet zuiver. Dus toen heb ik gezegd, van laten we het hele plan dan in één keer toch het uitvoeringsplan hier met elkaar bespreken. Zo is het eigenlijk gegaan. En dat heeft toegeleid, dat is pas een heel laat stadium, de participatieraad, want anders hebben we dat veel eerder gedaan, betrokken is bij dit advies. Zo is de route geweest, het proces geweest. Nou, daar hebben we van geleerd met elkaar, denk ik. En goed overlegd ook met de participatieraad. En volgende week
spreek ik met de participatieraad gewoon ook over alle adviezen die we tot nu toe met elkaar hebben besproken. En ook over het proces, hoe we dat de komende jaar met elkaar willen gaan vormgeven. Dus we zoeken elke keer naar verbetering erin. Maar hier zat het heel nadrukkelijk in een verschil tussen in beleid en uitvoering. En als het gaat om de beloning, of de bonnen. Ja, we hebben gezien in korte tijd heel pragmatisch gekozen voor nu voor Hardenberg. Maar we konden heel snel aansluiten, zeg maar, en dat doen ook alle ondernemers in Hardenberg aan mee. In de stad Hardenberg, met betrekking tot het bonnenverhaal. Want dat valt onder de Hardenbergse actie, zeg maar, die hier al langere tijd speelt. We hebben wel gezegd, en ik heb ook gezegd naar de uitvoering toen en naar beleid toen. Ik wil voor de komend jaar graag zoveel mogelijk andere dorpen, kernen daar ook in betrekken. Dus wij gaan in de volgende route die eraan zit te komen, ook de andere kernen daarin betrekken. Maar voor de pragmatische kant is nu gekozen voor alleen Hardenberg. Om dat nu snel ten uitvoer te kunnen brengen, want mensen hebben daar nu ook al natuurlijk langere tijd recht op. Dus volgend jaar, u heeft het kunnen zien, kan men kiezen uit een bon, een financiële vergoeding of een uitstapje. En daarin zullen we bij de bonnenvergoeding ook nog heel nadrukkelijk kijken naar de participatie van andere kernen dan Hardenberg. Volgens mij, voorzitter, dat is mijn verhaal. Ik zou nog reageren op de excuses. Misschien voorkomen we dan de tweede termijn. Op de adviezen van de participatieraad. Eerst heb ik al iets over gezegd. De bekendheid vergroten van het compliment. Nou, we hebben inmiddels, heb ik begrepen, al 600 aanmeldingen. En we gaan de termijn nog weer wat verlengen. En door de samenwerking die we hebben met alle organisaties hoop ik dat we toch misschien wel straks richting de 1000 gaan. Maar het gaat niet vanzelf, dat merkt u ook. Maar we zullen er alles aan doen om in communicatie dat onder de aandacht te brengen. Het mantelzorgnetwerk versneld en met urgentie oppakken. Nou, als u vanavond besluit, gaan we daar morgen mee aan de slag. En ik heb u net al verteld dat ik mijn relatie met de participatieraad na vanavond en natuurlijk ook volgende week nadrukkelijk nog eens een keer aan de orde zal stellen. Maar volgens mij komt dat wel goed. Dank u wel. Akkoord, dank u wel voor de beantwoording. Volgens mij zijn er inderdaad geen vragen meer overgebleven. Kijk even rond, u heeft nog behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor om dit plan in stemming te brengen. Behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval, dan vraag ik u, kunt u instemmen met het plan Mantelzorg doe je samen 2018-2019 CDA-akkoord? ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 op Koers.nu en Partij van de Arbeid stemmen in met dit plan. En daarmee is dat een uitvoeringsplan geworden. Brengt ons bij agendapunt 10 van de bespreekstukken. De belastingverordeningen 2018. Dit komt in één keer op de besluitvormende agenda. Het is niet behandeld in een oriënterende ronde. U heeft er natuurlijk al over gesproken bij de begroting, zeg ik ook nadrukkelijk erbij. Dit is eigenlijk de vertaalslag daarvan. Behoefte aan een termijn? Niet, hè? Nee. Behoefte aan een stemverklaring? Ook niet. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met de belastingverordeningen, vaststelling daarvan voor 2018. Alle vertegenwoordigers van de Raad hier aanwezig stemmen in met deze verordening. En daarmee is hij definitief gemaakt. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 11. Dat is een hamerstuk geworden. Het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Nieuwe Haven in Hardenberg. Stemverklaring van de fractie van ChristenUnie, de heer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van dit voorstel bekroop ons het gevoel door een gedeelte van de Nieuwe Haven aan de openbaarheid te onttrekken en onderdeel te laten uitmaken van het terrein van de Mossinghofgroep, er een stuk rechtsongelijkheid zou kunnen gaan ontstaan. Maar uit het memo van de wethouder Janssen blijkt dat er alsnog een gebruikersovereenkomst onder voorwaarden getekend wordt door gemeente en de Mossinghofgroep. Door de combinatie van investeringen, verkeersveiligheid en terugbrengen in de oorspronkelijke staat en wellicht een economische impuls, kan mijn fractie met dit raadsvoorstel instemmen. Overigens, de bespaarde onderhoudskosten opvoeren als argument vindt de ChristenUnie wel een beetje zwak. Akkoord waarvan akte. Vraag ik u, kunt u instemmen, behalve de fractie van de ChristenUnie, ook de andere partijen, CDA-akkoord, D66, GroenLinks, VVD, op Koers.nu en Partij van de Arbeid stemmen hier mee in. Dank daarvoor. Agenda punt 12, verlenging gemeenschappelijke regeling jeugdhulp IJsseland.
Behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval, u kunt instemmen met verlengen van deze gemeenschappelijke regeling. Akkoord. Agenda punt 13. Vaststellen bestemmingsplan Grams, Bergen, Kanaaldijk 2 en 3. Voormalige gemeentewerf. Akkoord. Daarmee is ook dit voorstel aangenomen. Brengt ons bij agenda punt 14. De lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering 12 december, jongstleden. Instemmen met de wijze van afdoening. Al dus besloten de rondvraag. Agenda punt 15. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik had een klein vraagje. U bood aan om eens mee te kunnen gaan met de politie. Zou dat een onderdeel kunnen zijn van het instructieprogramma? Want volgens mij zijn er wel meer raadsleden die willen, behalve mevrouw Luiten en de heer Stalpstra. U kunt zich melden na afloop en dan noteer ik dat en ga ik dat bespreken. Dan wordt u ingeroosterd voor een dienst. Dat lijkt me prima. Akkoord. Gaan we meenemen. Dank anderen nog voor de rondvraag. Niet het geval. Dan sluit ik deze vergadering om 9:55. 10 minuten pauze voordat we 5 minuten om 9:30. 9:30 begint de oriënterende ronde in deze zaal. Dank u wel.